Ja, en goedenavond allemaal. Welkom bij het programma In Conclave vanuit Sundance, weer met live en publiek. Die zitten allemaal daar. Ze zijn momenteel niet in beeld, maar die gaan vast commentaar of reacties geven. En ik heb vanavond als gast René van Diest. En die gaat het hebben over piramidekrachten. En het wordt allemaal ook opgenomen, dus met een beetje mazzel zien jullie dat volgende week terug op YouTube of waar je ook maar het vandaan kan plukken. Goedenavond René. Goedenavond. Daar zijn we dan live in Sundance in Zwijndrecht. En het eerste wat ik altijd aan mijn gasten vraag is van wie is er René van Diest? Kun je daar wat vertellen? Een beetje verleden, heden en misschien toekomst. En dan gaan we van start met de rest van het gesprek. Ja, zoals je al hebt aangegeven, ik ben René van Diest. Als ik helemaal terugga naar mijn jeugd, als klein kind zijnde, ja, heb ik best wel zeg maar, gezien als een, of ervaren als een bijzondere jeugd. Veel meegemaakt, veel gepest. Je komt op latere leeftijd kom je erachter van, waarom hebben ze dat gedaan? Je merkt gewoon dat je niet zomaar, maar zeg maar tussen haakjes, iets anders bent. Een andere energie, zeg maar. En dat voelen de jongens en meisjes zeg maar, op klas. En ja, eigenlijk vanaf kind af aan heb ik bijzondere dingen meegemaakt. Een van die bijzondere dingen was dat ik dus licht aan en uit kon doen. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar gewoon van afstand. Dus met mijn gedachten. Dat was voor mij normaal. Totdat je dat op een gegeven moment, zeg maar op school, ga je dat delen met vriendjes en vriendinnetjes. En dan kom je dadelijk achter van, joh, dat kan niet iedereen. dat is apart. En ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat verliest eigenlijk. Want je wordt, als het ware, word je opgevoed of meegenomen in de opvoeding van de maatschappij. Om uiteindelijk, slaaf niet, maar om in ieder geval deelgenoot te zijn van de maatschappij. En dan word je, heel veel dingen worden je afgeleerd. En een van de dingen wat mij bij is gebleven, is dat je, ja, zeg maar als kind zijnde, want dan ben je echt de persoon aan de binnenkant, dat hoe ouder je wordt, hoe meer je opgevoed wordt naar de persoon aan de buitenkant. Je moet als het ware een rol gaan spelen. En ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven wel een beetje meegemaakt en tegenstellingen gehad. Eigenlijk verder onbewust meegegaan naar de school, LTS gehad, bouwkunde, later MTS. En ja, voordat je het goed en wel weet, zit je dus eigenlijk in die hele onbewustzijnsproces, zo moet ik het eigenlijk noemen. Dat heet dan maatschappij. En op latere leeftijd, ik denk een jaar of 15 geleden, begon ik weer te herinneren van wat ik vroeger wist. En dat is dan vreemd, dat je dan eigenlijk in een maatschappij zit waar je dus onbewust in opgevoed bent, dat je weer opeens gaat teruggrijpen naar het verleden. En ja, dat is wel bijzonder. En gelukkig ben ik niet de enige, want je ziet eigenlijk in de hele omgeving, en dus dat steeds meer mensen weer gaan herinneren van wie ze eigenlijk daadwerkelijk zijn. Ja, ze komen erachter dat ze eigenlijk, die herinnering is er misschien al altijd geweest, maar ze komen erachter dat ze gewoon de hele tijd belazerd zijn. Zachtjes uitgedrukt. Dat is zachtjes uitgedrukt, dat ja. Is, maar belazerd weet ik niet. Als je zegt belazerd, dan is dat moedwillig. Dat doe ik moedwillig, ja. Maar ik denk dat je gewoon in de hele maatschappij, zoals die opgezet is, het hele scholenstelsel, dat word je eigenlijk, zeg maar, onbewust word je daarin meegenomen. Ja, belazerd is misschien niet door je ouders, niet door zelfs die leraren niet waarschijnlijk, maar het systeem heeft ervoor gezorgd dat we allemaal vergeten zijn, waar we hiervoor waren. En wat we eigenlijk al aan bagage bij ons hadden. En jij bent dat dus niet vergeten blijkbaar. Nou, ik ben het al tijd vergeten. Maar heel veel zaken die komen op een gegeven moment, kwamen ze gewoon weer terug. Ik weet nog goed dat dat was in 2007. Ik liep op een gegeven moment, werkte ik in Delft. En tussen de middag ging ik even een rondje lopen. En het meest bijzondere was dat ik dus, normaal gesproken had hetzelfde rondje loopt. Opeens werd ik me bewust van alle mensen die in de woningen wonen. En allemaal mensen die dus eigenlijk in een hokje zitten. En dat vond ik heel fascinerend. En op een of andere manier
kon ik dus al die mensen in één keer weer voelen. Dus je loopt door die straten en heb je zoiets van, het is allemaal wel gesloten, maar het is raar dat je als mens zijnde, dus zeg maar als mier, dat je dus in een hokje woont, dus dat de wereld voor jezelf afgesneden is. En het enige gemeenschappelijke wat je hebt is het moment dat je op de straat loopt. Nou, en er lopen niet veel mensen op straat, omdat wij nou eenmaal in Nederland wonen waar heel veel dingen achter de deuren gebeurt. Ja. En ik denk van, het is wel heel bijzonder dat je dus in een wereld loopt, terwijl echt de werkelijke wereld achter de deuren plaatsvindt. En dat werd me opeens dat gewaar. En ik voelde dat in één keer. En vanaf die periode ging het in één keer heel erg hard met alle herinneringen van vroeger. En dat was heavy. Wel op een gegeven moment meer gelijkgestemde mensen tegengekomen. Want in het begin, ja, ik ken het gevoel en ik heb ook een beetje zo'n dit soort historie achter. Maar dan voel je je wel heel eenzaam, zo lang, omdat je constant het idee hebt dat er iets niet klopt. Ben jij op een gegeven moment steeds meer mensen tegengekomen die, waar denk je van, nou, die herken ik of die herkennen jou? Dat is een hele mooie vraag wat je stelt. Dat is niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Nee, het eerste wat je tegenkomt, ben jezelf. Dus je wordt op een gegeven moment, kom je eigenlijk tot ontdekking van, hey, ik ben al die tijd de persoon aan de binnenkant niet geweest. Dus je bent eigenlijk de persoon aan de buitenkant geweest en je wordt eigenlijk geconfronteerd met de persoon aan de binnenkant. En dat vind ik het meest heftige wat me is overkomen, is dat je dan bewust wordt van hoe kan ik mezelf weer worden en de buitenpersoon zeg maar wegdoen. Ja. En dat hele groeiproces, dat hele bewustzijnsproces, dat is raar. Want je hebt dus een leven gecreëerd aan de buitenpersoon zeg maar. En hoe ga je dus je hele omgeving, je hele buitenwereld, hoe ga je die veranderen naar de persoon die je aan de binnenkant werkelijk bent? Tenminste, je komt eigenlijk weer tot de ontdekking wie je aan de binnenkant bent. En dat zijn twee tegenstellingen, dat zijn botsingen. Dus eerst kom je jezelf tegen. Ja. En hoe meer je naar binnen durft te gaan bij jezelf, hoe meer mensen of hoe meer je buitenwereld aan het veranderen is. Ja, want het begint van binnen naar buiten. Gedachten hebben natuurlijk de neiging om te manifesteren in het stoffelijke, om het zo maar te zeggen. Is dat op het moment dat je dus steeds meer jezelf wordt, gaat je omgeving veranderen. En daardoor trek je andere mensen aan die refereren met hetzelfde proces. Ja. En dat is leuk, daar hadden we het net over, is dat we zitten eigenlijk in een bewustzijnsproces wat exponentieel groeit. En doordat er steeds meer mensen de weg aan het vinden zijn naar zichzelf, projecteren ze dat naar de buitenwereld, waardoor andere mensen dat stukje weer gaan herkennen, waardoor ze zelf ook weer. En dat werkt gewoon als een olievlek. Ja, dat is. Ik merk het ook gewoon dat ik steeds meer mensen aan de tafel heb die dit soort ervaringen hebben. En daar vroeger helemaal niet over gesproken werd. En het valt me wel op dat, tenminste, ik neem aan dat je daar ook op doelt, dat eigenlijk de omgeving die je zelf eerst had, dat die eigenlijk meer anders tegen je aan gaan kijken en jou niet meer herkennen. Als hoe je daarvoor was. Zo zou je het kunnen zeggen. Ik ervaar dat anders. Is dat je in je leven. Laat ik het zo zeggen. Ik heb het gevoel en het idee dat je dus naar dit tijdperk toe ben gekomen, want je hebt bewust zeg maar voor deze periode gekozen, waarbij je een aantal aspecten wat je in het vorige leven niet hebt kunnen leren, dat je had zoiets had van nou, die dingen die wil ik gaan leren. En ik ben mezelf bewust van dat ik daarbij een aantal afspraken heb gemaakt met mensen of met spirituele wezens zeg maar, want we spelen mensen op het moment. Wij zijn geen mens, we zijn spirituele wezens. Ja. Is dat je een aantal afspraken hebt gemaakt in de bovenwereld of het astrale wereld, zeg maar. En die mensen, die komen dus in jouw leven. Zo ben ik er ook van overtuigd dat wij iets voor elkaar hebben afgesproken. Ja. Omdat je precies die mensen in je leven aantrekt die iets aan jou vertellen. Dus het meer als een spiegel gaan zien. En op het moment dat je dus een bepaald aspect hebt geleerd, dan verdwijnen die mensen ook in één keer. En sommigen associëren dat van, goh, ik ben aan het veranderen in het bewustzijnsproces, waardoor je dus ander soort vrienden krijgt. Want ik zie relaties zie ik verdwijnen, ik zie in één keer ruzie ontstaan met families of omgeving. Of dat je een vriendschap hebt van een jaar of 20, 30 en dat het in één keer over is, wat je niet kan begrijpen. Nee. En dan heb ik zoiets van, oké, maar
Ik stel mezelf dan altijd twee vragen. Van wat mag ik hiervan leren? En wat zegt het over mij? Dus ik projecteer het direct op mezelf. Omdat ik zoiets heb van alles. Dus ook de mensen die hier in de omgeving zijn. Dat zegt iets over mij. Dus op het moment dat die mensen nou, zeg maar nu hier zitten. Dan heb ik zoiets van oké, maar wat zegt dat over mij? En wat mag ik van jullie leren? En zo ben ik dus de wereld gaan bekijken. Ja, en dan vind ik het niet zo... Ja, het is niet altijd even leuk als je dus dierbaren op die manier verliest. Nee, dat is emotie. Dat raakt. Maar ik merk dat ook emotie is een energievorm. Absoluut. Hoe noem je dat? Je gaat er wat steeds makkelijker mee om. Heb je ook een idee dat... het beginpunt wanneer die mensen zich van je af beginnen te keren, ja, zo noem ik het maar even. Dus, dat je dan de neiging hebt om je gelijk te halen. Of denk je van nou, het is goed zo, jammer, maar om dan toch bij je eigen waarde te blijven. Want je kunt natuurlijk proberen om die ander te overtuigen van wat je zelf zegt. Maar daar kom je weer in compromissen terecht als je niet uitkijkt. En een compromis is nooit een oplossing. Vind ik tenminste. Dat is mijn idee. Want dan heb je allebei niet wat je wilt. Dus dan ga je afscheid nemen op een manier waarin je denkt van nou, die pakt ook zijn leven op. Of haar leven. Dat is een hele mooie zin. Als ik het helemaal terug ga relateren naar het begin van de eerste confrontatie, om het zo maar te zeggen. Dus dat je mensen weg ziet gaan van jezelf. Dan ben je echt nog wel bezig om je gelijk te halen. Om mensen te overtuigen. En wat mij bijgebleven is dat ik, zeg maar even een jaar of 10 geleden, mensen echt probeerde te overtuigen van het feit dat hoe ik de wereld zag, dat zo de wereld was. En op een gegeven moment had ik zoiets van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik hoor mezelf praten en ben ik iemand aan het overtuigen? Dus eigenlijk ben ik mezelf aan het overtuigen. Ja, precies. En, en ik merk gewoon dat steeds makkelijker gaat, maar tegelijkertijd ook steeds moeilijker. Want het is een soort centratie zeg maar, van alles wat gebeurt. Tenminste, ik weet niet of jij dat zelf ook zo ervaart, maar... ik had toevallig vandaag had ik daar een heel leuk gesprek over. Is jaren geleden had je zeg maar een aantal weken dat je uit het padje, uit je gevoel zat, hè, dus meer aan de buitenkant. Mm-hmm. Dan had je een paar weken dat je aan de binnenkant zat. Voor mij is dat proces steeds aan het korten. Is dat je dus een aantal, in plaats van een aantal weken, ben ik een aantal dagen uit mijn element, zeg maar, dan weer een aantal dagen niet. En het lijkt wel alsof dat steeds kleiner wordt. Soms heb ik, wat ik nu ervaar, is dat het ene uur ben ik hartstikke vrolijk. En het andere uur heb ik zoiets van, oh mijn god, wat is er? Dan ga je in één keer helemaal naar de andere kant. En het lijkt wel alsof dat steeds korter wordt. Totdat je een keertje ontploft. Maar ik heb het gevoel dat de hele mensheid, de hele wereld, het hele bewustzijnsproces, eigenlijk als het ware constant van links naar rechts wordt geschoten, maar dat het steeds kleiner wordt, steeds heftiger, totdat je dus een centraal punt hebt gevonden, waarbij dus de binnen jij en de buiten jij in evenwicht is, en dan is het in één keer in balans, en dan klopt het. En dan ervaar je dat stiltepunt in de orkaan. Ja. Nou ja, goed, ervaar dat eigenlijk zelf, tenminste zoals ik dat voor mezelf opgelost heb, dat ik op een gegeven moment realiseerde dat we in twee dimensies leven, of meerdere zelfs. Dat jij deel uit van de jouwe en die andere mensen, die zijn niet te overtuigen, dat hoeft ook niet, want die proberen dat ook met jou. Dus ik probeer mijn leven te leven en dat hoop ik dat andere mensen dat ook doen, op de manier zoals zij dat goed vinden, uit de vorm van liefde en onvoorwaardelijkheid. En dat juist een voorbeeld geeft aan een ander, je hoeft je eigen niet te bewijzen, je hoeft je eigen alleen maar zelf te zijn. Alleen maar zelf te zijn. Ja. Ja, ik bedoel, dit is een... ik heb het voor mij net zo'n groot pad hoor, maar ik bedoel, dit is op een gegeven moment als iemand kwaad is op mij of wat dan ook, ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is die anders een probleem. Toch kan het je raken. Ja, maar dat probeer ik dus niet meer te doen, want ik zeg gewoon van, ja, nou, dat moet je toch even goed kijken. Ja, maar je zegt een aantal leuke dingen, als je zegt daar is van, je moet gewoon jezelf zijn. Nou ja, het gewoon jezelf zijn, dat is juist het moeilijkste. Ja. Want je wordt in de leer geschoten. Ook, ja.
En het is heel moeilijk om ermee om te gaan, want heel veel mensen in je omgeving kunnen wel dingen doen. Hè, die zeggen van ja, dat raakt je niet, maar het raakt je wel. Het raakt je wel natuurlijk, dat is een punt, maar je probeert gewoon vanuit jouw visie te leven en daarmee niemand kwaad te doen, want het heeft geen nut om kwaad met kwaad te vergelden of boos te worden of op een ander, wat heeft totaal geen nut. Dat gaat dikwijls verder uit elkaar dan naar elkaar. Heb ik het idee, maar dat is een... Nou, soms is het wel lekker om boos te worden. Wat? Soms is het wel lekker om boos te worden. Ik vind het niet makkelijk om boos te worden. Nee. En dat is ook iets wat ik af en toe mag leren, zeg maar, in de huidige tijd. Want kijk, je hebt allemaal gevoelens van binnen. En waarom mag je niet gewoon een keertje boos worden? Oh. Dat is soms best wel eens lekker. Alleen, ja, wat heb je eraan? En ik zie zelf dat als je boos bent en een ander reageert daar anders op dan wat je eigenlijk verwacht had, die reageert boos terug, is dat het ook weer een mooi leermoment is. Dat is waar. Je denkt van oké, dus zo interessant kan het ook zijn. Natuurlijk, want daar heb je zelf ook geregeld. Maar ik zal niet zeggen dat ik nooit kwaad ben of wat dan ook. Alleen ik denk dat er heel weinig mensen zijn die mij ooit kwaad gezien hebben. Dus dat is een punt, maar dat het raakt je wel natuurlijk. Dus dat heb ik zelf ook nog wel. Ja. Maar ja, dit is... Als we... Kijk, dat de ander kwaad wordt op jou, of jij op die ander, dat is puur emotie. Dat heeft niks te maken met realiteit. Waarom niet? Nou, omdat jij jouw realiteit hebt en ik de mijne. En daar mag je over vechten, maar... Wat is realiteit dan? Wat jij ervaart. En wat ik ervaar, denk ik. Want het is... Maar dat moet ook mogen. Het is heel raar dat mensen een ander gaan aanvallen op hetgene wat hij denkt. Dat slaat helemaal nergens op, want ik denk ook... Een ander mag ook denken wat hij denkt. Ja, ik heb ooit eens een heel mooi voorbeeld gezien. En dat is me altijd wel bijgebleven. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Niet dat ik dit hierover ga ik straks over hebben. Ja, ja, ja. Maar het gaat even over het voorbeeld. Is dat ik tegen jou kan zeggen van... Aan deze kant staat een tekening. En wat zeg jij dan? Ja, dat ik dat niet zie op het moment. Nou, precies. Dus jij geeft aan van... Nou, maar dat is niet waar. Ik zeg, het is wel waar. En waar we het alle twee over hebben, is over het papiertje. Ja. Dat is hetzelfde als je dus een boek ziet. En weet je, als je een boek tegenover jou houdt, dan zeg je van ja, hier staat een titel. En jij zegt van, er staat helemaal geen titel. Ja. Maar je praat wel over het boek. En zo ben ik dus ook eigenlijk het leven gaan bekijken. Is dat als, en daar kom ik straks ook hierop terug. Als je gaat kijken dat alles ontstaan is vanuit het niets... Ja. En dan kan je ook weer denken van waar komt het niets dan weer vandaan? Nou, dat is een hele andere discussie. Daar gaan we nog wel een keertje 3 uur over praten. Dat is goed. Van waar komt het niets vandaan? Je bent welkom. Ja. Maar als je ervan uitgaat dat het niets eigenlijk een denkende, scheppende energie is. En dan kan je eigenlijk bedenken dat die denkende, scheppende energie eigenlijk alles is. Dus zowel de werkelijkheid als de realiteit als de waarheid bestaat alle drie tegelijkertijd. Ja. Dus daar ik zeg van wat is realiteit? Want realiteit is in principe een energievorm, emotie is een energievorm, terwijl het allemaal voortgekomen is uit het niets. Dus alles is in principe niets. Dat klopt. Dus het is af en toe heerlijk om tegen mezelf te zeggen van ja, maar ik ben helemaal niks. Ja, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Ja, die theorieën zijn er natuurlijk ook, dat we van 99,9% uit niks bestaan. Ja. Dat vraagt me dan nog wel steeds af, waar komt die harde vorm dan vandaan, weet je wel. Ja, dat gaat ons denken voorbij. Ja, maar het is ik heb er wel een voorstelling bij, maar dat gaat te ver om dat nou zelf uit te leggen. Maar, kijk, die realiteit. Je kan zeggen, realiteit bestaat niet, of die bestaat wel. En als je puur uit jouzelf kijkt, is jouw realiteit, is wat je hier ziet. Of ze nou vechten of niet, dat is jouw realiteit. Maar als ze niet vechten, is het dat ook. Maar dat wil niet zeggen dat jij daar deel van uit moet maken. Die metafoor op wees het licht of wees de weerspiegeling van het licht, dat gaat eigenlijk over precies hetzelfde. Kijk, als jij het licht bent, dat is leuk, en jij weerspiegelt je aan het licht, dan ben je nog steeds een spiegel. En achter die spiegel blijft het donker. En je hebt heel veel mooie spiegels, en die hebben het allemaal over het licht. En ik draai het licht uit en er is geen licht meer. En al die spiegels geven ook geen licht meer. Dus de realiteit is anders. We kunnen allemaal denken wie we zijn, maar op het moment dat jouw bron er even mee ophoudt,
Dan zit iedereen van, gebeurt er nou? Ja, dat is mooi. Dus zo bekijken, ben ik ermee begonnen om dat naar te kijken. Want ik heb zelf ook nogal vreemde afwijkingen wat betreft gedachtegang en wat ik zie en wat ik doe. Maar als een ander het daar niet mee eens is of dat niet kan snappen, of wil snappen, dat gebeurt ook. Ja, dat is eigenlijk mijn probleem niet, want ik weet wie ik ben. En dat weet eigenlijk iedereen in zijn hart. Alleen, het wordt nogal eens een keer bediscussieerd. Dat jij niet weet wie je bent. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Nou, weet ik niet. Ik denk dat er een vorm zit van bewust niet weten wie je bent, of onbewust weten niet wie je bent. Als jij natuurlijk altijd de buitenpersoon bent geweest, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Dus dat is jouw omgeving, dat is je comfortzone, dat is jouw realiteit, jouw huidige werkelijkheid. En op het moment dat jij dus tot dekking komt dat er nog een andere jij in je zit. Het stemmetje. Ik zei zelf altijd, vroeger nam ik altijd 3 koekjes bijvoorbeeld. En dan vroegen de mensen van, ja, waarom doe je dat? Ik zei, ja, me, myself and I. Ja. Dus zo is dat. Verdeeld, toch? Ja, dat vind ik eerlijk. Ja. Dus eentje voor buitenpersoon, eentje voor binnenpersoon. Ja. En me, myself and I. En zo ben ik dus, uiteindelijk kom je tot ontdekking van, ja, je voelt en je denkt wel heel veel dingen van binnen. Maar toch zijn er heel veel mensen die aan de buitenkant iets anders spelen. Een heel mooi voorbeeld is, vraag maar gewoon aan een willekeurig persoon op aardkloof van hoe gaat het met je? Het gaat 9 van de 10 keer goed. Ja. En als je dus echt gaat, ja, maar hoe gaat het echt? Mwah. En als je dan echt doorvraagt, dan gaat het heel slecht. Dat gaat heel slecht. Dan denk ik van, ja, maar weet je wel, dus mensen houden het zelf ook een beetje in stand. En ik snap het op zich ook wel, want op het moment dat je dus aangeeft van, goh, het gaat niet goed met mij, dan stoot je mensen af. We hebben zoiets van, met jou wil ik helemaal niks te maken hebben, ja, want het gaat slecht met je. Het is heel raar. Dat is wel leuk dat je dat noemt, want dat is nou juist het vreemde van deze maatschappij. Als iemand zegt dat hij in nood zit, of dat hij het niet zo goed met hem gaat, of dat hij het niet zo fijn vindt, dan zeg je, ik ga maar tot morgen. Ja. Ik ken het wel, ik heb het gezien gebeuren op een fiets, dan reed er iemand op de fiets voorbij iemand en zegt, hey Karel, hoe is het met je? Nou, daar is hij al. Ja. Dus ik bedoel, kijk niet eens. Ik bedoel, ja. Dat wilde hij helemaal niet weten. Nee. Het is me net vanuit lang geleden dat ik je gezien heb. Maar dat is interessant. Ja. Dat is interessant. Als je dan gaat kijken zeg maar, naar het negatieve, positieve, om het zo maar te zeggen. Is dat, ik vind het heel fascinerend. Als ik dus echt in mijn omgeving ga kijken. En als je gaat kijken zeg maar, in de spirituele wereld. 9 van de 10 keer zijn er mensen altijd zoiets van, ja, maar ik wil graag andere mensen helpen. En dat is heel mooi. Zo zitten de meeste mensen in elkaar. En op het moment dat je dus mensen tegenkomt die om hulp vragen, dan hebben de mensen op een of andere manier toch zoiets van, ik ga het niet doen. Nee, nee. En je wil alleen maar mensen helpen die geholpen willen worden. Maar ik vind het heel fascinerend. Ik vind het echt heel fascinerend. Dat is wel heel leuk. Het is raar. Er zijn heel veel mensen die willen helpen. En ik ga het nog een keer noemen, want mijn moeder die zei dat ook altijd. En ik heb daar meerdere programma's. Mijn moeder die zei altijd, aangeboden hulp, zelden aangenaam. En ze zeggen, als iemand me spontaan helpt met iets, dan vind ik dat heel leuk. Maar als iemand kan zeggen van, moet ik je helpen? Dan lijkt het net alsof ik het zelf niet kan. En dus, als mensen gaan klagen, dan zeg ik, wacht even, dat gaat me wat kosten. Of zij het mentaal, zij het qua geld. Of dat mensen dingen voor elkaar doen, dat er gelijk een tegendienst tegenover moet staan. En dat is... Dat is eigenlijk niet zoals we gemaakt zijn. Ja, ik zie het nog anders. Ik kan meegaan met je, wat je uitlegt, maar ik zie het ook anders. En dat zie ik ook gebeuren. Is dat mensen vanuit die hele opvoeding vanuit de maatschappij eigenlijk gebrainwashed zijn. Dat begint al met de cijfers. Als jij een cijfer hebt onder de 6, dan ben je slecht. Dan heb je het niet goed gedaan. Dus er zit een bepaalde programmering in de mensen dat als iets negatief is, of als iets slecht is, dat ze er eigenlijk van moeten distancieren, omdat dat eigenlijk niet goed is. En onbewust willen de mensen in contact komen met mensen die succesvol zijn, want dan kan ze zich meten en optrekken. Maar op het moment dat jij dus in contact komt met iemand die negatief is, of iets, een slechte ervaring, maar dat het niet goed gaat, dan hebben de mensen vaak het gevoel, onbewust, van hey, die persoon trekt mij naar beneden, die zaagt me helemaal leeg. En dat vind ik...
Dat zie je dus dikwijls gebeurt dat ook zo inderdaad. Maar... Precies, maar dat is wel de hele huidige maatschappij. Is dat steeds meer mensen eigenlijk in de problemen komen. En daardoor ook weer heel veel vrienden, kennissen kwijtraakt. Waardoor ze dus eigenlijk nog meer in de problemen in isolement terechtkomen. En denk van oké, maar dat vind ik eigenlijk wel een uitdaging. Van hoe kan je dus die mensen wel bereiken om een andere mindset te krijgen. Zodat de mensen wel geholpen worden. En dat mensen, eigenlijk zou het moeten zijn dat we een maatschappij hebben waarbij iedereen die negatief denkt, dat je die eigenlijk aantrekken van hey, weet je wel, van ik ga met jou mee. Ja. Want het is precies tegenovergesteld eigenlijk. Mensen die succesvol zijn, die hebben heel veel vrienden en mensen die niet succesvol zijn, niet. Nee, maar dat is leuk dat je dat zegt, want heel veel mensen proberen zich op te trekken aan mensen die, waar het goed mee gaat. Maar let maar op, ze komen er nooit boven. Of zelden. Of ze moeten ze naar beneden trappen. En mijn idee is altijd, maar dat komt een beetje over het een met wat jij zegt, denk ik, tenminste als ik het goed begrijp. Van we zijn met deze maatschappij heel erg druk bezig met voor onszelf te zorgen. Maar vooral voor jezelf. En ik zeg altijd toch van, nou volgens mij moet het net andersom zijn. Je moet met z'n allen voor elkaar zorgen, dan wordt er vanzelf voor jou gezorgd. Want als je alleen jezelf vooruit, dan zeg je van nou, als ik het maar goed heb. En het is een metafoor wat ik al meer noem. Als je dan op een eindje alleen wandelt en je verslikkert van de trap af, dan ruiken ze over 3 weken dat je dood bent. Waarvoor zou je voor de ander moeten zorgen? Omdat dat... Ja, ik denk dat het dan voor iedereen goed gaat. Je moet niet voor anderen... Nee, je moet voor elkaar zorgen. Je moet een situatie creëren waarin iedereen het goed heeft. En dan heb jij het ook goed. En dan zorgt die ander ook voor jou. Dat vind ik heel interessant. Maar dan stel ik hem nog een keer die vraag. Ja. Van waarom moet je voor een ander zorgen? Nou, omdat het dan iedereen goed gaat. Nou, maar ik snap... Ik ben van mening, ik ben van plan... tenminste, dat is 3 jaar geleden, had ik ooit eens een keer een idee... ik ga een 50 meter club oprichten. Ja. Een 50 meter club. En waarom? Stel je nou eens voor dat je... In ergens loopt of ergens bent en dat je dus in een straal van 50 meter dat jouw wereld is. Mm-hmm. Ja, dat is precies hetzelfde. Wij zitten hier met z'n allen nu hier. Dat wil niet zeggen dat een andere locatie niet bestaat, maar dit is op dit moment jouw wereld. En waarom zou je dan zorgen gaan maken over iets wat buiten jouw beeld ligt? Ja, dat heb je niet. Maar op het moment, en dat is dus die 50 meter club, en Ik heb een heel mooi voorbeeld. Die 50 meter club, die kijkt alleen maar in zijn omgeving. Wat kan ik verbeteren? Wat kan ik verbeteren? Wat kan ik verbeteren? En moet je je eigenlijk voorstellen, en je betrekt het op jezelf. Ja. Stel je nou eens voor dat in heel de wereld iedereen lid wordt van de 50 meter club. En alles in iedereen, zeg maar, om die 50 meter precies datgene doet wat voor hem belangrijk is. Ja. Dus hem of haar. Dan krijg je dus een wereld waar iedereen voor zichzelf zorgt. En eigenlijk voor zorgt dat in de omgeving gewoon geen rommel ligt en dat soort zaken. Dat is in principe eigenlijk wat ik bedoel. Hè? Dat komt heel mooi overeen. Je hebt die 50 meter club. En ik heb ooit een keer gelezen en had ook meerdere bewijzen van gezien doordat het getest is. Dat je eigenlijk nooit een groep groter kan hebben dan 150 man. 150 man, kijk maar grappen. Kijk maar naar je Facebookgroep of naar wat dan ook allemaal. Nou, daar kijk ik liever niet naar, want die is veel groter dan 150. Nee, dat snap ik. Nee, maar dan merk je dus niet dat er iemand weggaat. Nee. En soms ben je er wel ineens 100 kwijt, bij wijze van spreken. En niemand weet waar ze gebleven zijn. Maar binnen een groep van 150, die kan je allemaal matchen. En wat jij nou zegt van die 50 meter groep, daar zijn tests over gedaan... Als je alleen maar groepen van 150 maakt, of maximaal 150 en dan splits je ze weer op, en die blijven in contact, want je kunt 150 man behappen, maar 150 groepen ook. En als je die 150 groepen verenigt iedere keer in één mannetje, kan je die 150 ook weer. En dat is eigenlijk hetzelfde wat je zegt, maar het gaat om je kern waar je zelf in zit. Precies. En dat is dat is mooi, die variant van jou, dat heb ik nooit gehoord. Nee, maar daarvoor noem ik ook, waarom zou je een ander helpen? Nee, maar dat... Dat is hetzelfde met trouwen. Dat is ook een fenomeen wat ik best bijzonder vind. Is dat je gaat trouwen en je belooft een ander of elkaar trouwen. En dan denk ik van waar staat in die hele oplossing, zeg maar, het hele contract wat je dan afsluit, dat je trouw bent aan jezelf.
Je bent elke keer trouw aan een ander. Ja. En dat is dus hele maatschappij. En daarvoor denk ik van, joh, laten we met z'n allen nou eens... Wees nou gewoon eens een keer egoïstisch. Even heel, heel zwart-wit gezien. Denk eens aan jezelf. En op het moment dat je aan jezelf denkt en... Dat kan niet, want dat is negatief als je aan jezelf denkt, want dan ben je egoïst. Ja. Maar op het moment dat je aan jezelf denkt en je gaat kijken van wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig? En dat is geen Ferrari of luxe huis of wat dan ook. Maar als je zelf geluk nodig hebt, dan creëer je eigen geluk. En op het moment dat iedereen dat zou doen... want ik merk eigenlijk dat op het moment dat je voor een ander... als je ander gelukkig wil maken... En want dat is de hele maatschappij. Maak een ander gelukkig, want dan krijg je het terug. Weet je, ik geef jou liefde, ik krijg liefde terug. Dat is niet zo. Nee, want dan creëer je dus een bepaald verwachtingspatroon, ja. Een bepaalde overtuiging... die eigenlijk helemaal niet waar kan maken. Maak jezelf gelukkig. Wees lief voor jezelf. Dan kan je het weggeven. Dus ik denk, daar vind ik inderdaad voor vraag. Waarom zou je een ander... Oké, dat begrijp ik. Dat is, ik denk dat het beter is dat je jezelf. Ja. Dat is veel belangrijker. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar ja, ik denk dat het om dezelfde reden is waarom ik denk... Omdat je dan ook voor jezelf zorgt. Dan zijn er zoveel mensen die ook voor jou zorgen. Dat is een aanname. Dat neem ik aan, ja. Ja, maar dat is niet altijd zo. Nou ja, als je... Nee, ja, goed. Maar als je alleen voor jezelf zorgt... En dat is belangrijk. Maar daar kan je jezelf wel een hele eenzame wereld voor scheppen. Dat ligt eraan. Dat ligt eraan. Ik heb geleerd dat de ware rijkdom... Dus de ware rijkdom is datgene wat jij kan doen in jouw leven... die het beste bij jouzelf past. Ja. En ik heb een aantal van die geluksmomentjes mogen ervaren van dit jaar. Een van de geluksmomentjes is dat de zon scheen. En ik werd 's ochtends wakker. Ik denk, hey, god, wat heb ik zin om naar het strand te gaan. En ik kon het zelf beslissen. Ik hoefde niet naar een baas of niemand zei tegen mij van dat kan niet. Dus ik had zoiets, ik pak de auto, ik ga naar het strand. Ik neem een heerlijk biertje en ik heb daar genoten. En op dat moment kan je zeggen van ja, je bent eenzaam. Op dat moment niet, want dan heb ik zoiets van, ik heb mijn eigen geluk gecreëerd. En ik zit daar gewoon met een heel smaal en dus ik moet te lachen. En dan zie ik al die mensen in de file staan. Zo, maar ik denk dat heel veel mensen, dat klein moment. Ik denk dat heel mensen zich dat kunnen realiseren. Nadat ze een aantal relaties gehad hebben en hoe fijn het kan zijn dat je alleen bent. Het is niet omdat je dan een hekel hebt aan die ander. Maar dan merk je ineens dat je dus gewoon helemaal vrij bent. Maar wat bedoel je met eenzaam? Nou, ik ben niet eenzaam hoor. Maar ik zie wel mensen die echt verkommeren helemaal. En dat doen ze zichzelf dikwijls ook al aan. Maar die mensen zijn op een of andere manier alleen komen te staan, denk ik. En zich niet voorbereid hebben. Dat ook nog ooit nog eens komt. Maar dat is heel mooi als je alleen bent. Ja. En als je gaat kijken naar het woordje zelf, hè? Je bent alleen. Ja. Je bent al één. Mm-hmm. Dus je bent al één met alles. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Alleen. Jij had een vraag. Wil jij daar even een microfoon bij? Niet. Na de pauze. Na de pauze, oké, dat kan ook. Na de pauze mag je vragen stellen. Nou, ik probeer het met de pauze. Ja, nee, maar dat is dus een... kijk, nu is het wat minder, omdat het 's ochtends... Tenminste, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar ik ben nu minder buiten dan 's zomers. Dat is een feit. Ik mis het wel erg, maar 's zomers vind ik het heerlijk om bijvoorbeeld na het eten of 's avonds om 8 uur dat je denkt van hey, wow, ik heb heel even zin om lekker een rondje te lopen. Ja. En als je dat hebt, van ik vind het lekker om een rondje te lopen, dan loop je een rondje, dan ben ik niet eenzaam. Dan ben ik eigenlijk één met de natuur en het is mijn keuze om een rondje te lopen en daar geniet ik dan van. En dan ga ik echt kijken, dus niet een rondje lopen van ik moet rekeningen betalen, ik moet vanavond aardappeltjes schillen en dat soort zaken. Nee, dan ben je niet aan het lopen. Maar ga je lopen van, goh, wauw, weet je, een eentje en een knopje aan de boom en wat is de natuur eigenlijk mooi. Dus heel bewust lopen. Ja. Dan ervaar je dus een ultiem geluk, wat heel veel mensen op dit moment gewoon nog niet zien of niet ervaren. Ja. Maar het is er wel. En ja, eenzaam, dat gevoel ken ik ook. Tuurlijk, ik ken het wel. Het is leuker om met z'n tweetjes te eten. Een heel goed gesprek te hebben, dan dat je alleen gaat eten en je hebt geen gesprek op het moment dat je daar behoefte aan hebt. Ja, precies. Dus eigenlijk, ja,
Voor mij is het meer zoiets van, ik voel me eenzaam op het moment dat ik behoefte heb aan iemand en die is er dan op dat moment niet. Dan ervaar ik die eenzaamheid. Ja. Maar ik vind het heel boeiend. Ja, ik vind het ook wel spannend altijd ook, want dat is een... Maar die natuur, dat is ook zoiets wat mensen niet ervaren dan dat er eigenlijk heel veel natuur is. We brengen de wereld in beeld met ellende en heel veel steden en wat dan ook allemaal. Maar wat bijna niemand zich realiseert, dat 70-80% van de hele wereld nog steeds natuur is. En dat wij onszelf in dat betonnen oerwoud gepropt hebben. Niet te ervaren hoe mooi het wel is. Want ik ken hier mensen in Zwijndrecht. Er is hier net buiten Zwijndrecht een prachtig natuurgebied. En dat mensen die hier vandaan komen, die weten niet eens dat het bestaat. Dan denk ik, hè? Weet je, dus... Een beetje hetzelfde effect dat in Rotterdam de Euromast staat. En de Rotterdammers nooit in Euromast zijn geweest. Ja, ja. Ja, ik ken dat. Ja, nee, precies. Nee, maar dat soort dingen. Maar dan... Ja. En dat wereld overbevolkt zou zijn bijvoorbeeld. Nou, weet je hoeveel 7 miljard mensen, hoeveel dat is? Nee. Die kunnen precies in de provincie Utrecht staan. Meer mensen zijn dat niet. Nee. Dus ja, dan sta je wel op elkaar, weet je wel. En dan doen we precies wat wij... Dat is best druk. Wat? Dat is best druk. Ja, precies. Ja, maar dan doen we dus eigenlijk alleen maar wat we die kippen aan doen. En voor de rest... Maar zoveel is 7 miljard niet. En hetgene dat... Dat er geen voedselproductie of niet voedsel genoeg is voor zoveel mensen. Er is uitgerekend dat je gewoon met biologische en duurzame landbouw voor 22 miljard mensen voedsel kan zorgen en dat er niemand tekort komt. Nee, ja, er is overvloed. Ja. Er is overvloed. Er is verschrikkelijk veel overvloed. Het is alleen, verkeerd verdeeld. Ja. Dus dat, maar dat, daar worden we wel mee opgeschreven met die verhalen, weet je van. Maar als je dat werkelijk gaat kijken hoeveel dat is of hoeveel het maar is, dan zijn we alle zicht op de werkelijkheid kwijt. Wat is het verschil tussen de werkelijkheid en de waarheid? Nou, als jij zegt dat je alleen maar dat de hele wereld naar zou moer open is, dat er alleen maar beton en maar dat er veel meer is, de werkelijkheid is dat er meer is. Alleen we lopen er zelf vanaf of we gaan er niet eens naartoe. Dat is, kijk, we hebben natuurlijk een probleem, maar een klimaatprobleem hebben we niet, hoor. Dat wordt wel gezegd, maar dat is natuurlijk absoluut niet waar. Nou, ik kan het niet bevestigen of het nou waar of niet waar is. Het enige wat ik zie is dat ik het beredeneer vanuit mijn eigen werkelijkheid. Ja. En dat is dat ik dus het idee en het gevoel heb dat... Kijk, de aarde is een tol. Die draait, maar die draait ook zo. Mm-hmm. En eens in de... 21.000 jaar, geloof ik, gaat hij dus de andere kant op. En ik geloof zomaar dat er op dit moment dingen staat te gebeuren. Of het zeg maar het Noord-Zuid, Zuid-Noord wordt. Hè, dat is ook een aantal keer bewezen dat hij omslaat. Ik kan me voorstellen dat ze dat niet vertellen. Van, hé jongens, we gaan gradaties. Ja, en op een gegeven moment loop je het risico dat over 3 maanden alles in één keer omgedraaid is. Dat zou kunnen. We zijn al 11 graden gekant, hoor. Dus precies, dat hoor je niet. Maar wat ik wel zie is dat de evenaar die verplaatst. Je ziet gewoon dat het steeds warmer wordt. Ja. En de beelden die wij zien is dat aan de ene kant... Tenminste, de beelden die wij zien is dat er ijsschotsen vervallen, zeg maar. Maar ik zou wel eens beelden willen zien aan de andere kant van de ijsschotsen... dat misschien ijs aangroeit. Dat klopt ook. Het is maar net aan van, joh, als je de werkelijkheid of de waarheid kan manipuleren... door social media of je kan de dingen brengen zoals het is... en mensen gaan het geloven. Dat is het punt. Ja, bijzonder. Het scheelt absoluut niet of je minder CO2 uitstoot. Want het schijnt zelfs dat op Mars en op Pluto en op al die andere planeten... dat daar ook klimaatopwarming is. Dat de temperatuur daar net zo hard stijgt als hier. Nee, daar kan ik niet over meediscussiëren. Nee, maar goed. Ik ben al niet op Mars geweest. Ik ben niet in bewustzijn. Nee. Geen idee. Nee, maar dat heb ik dan toevallig wel uitgezocht. En dat schijnt dus overal hetzelfde. Ja, maar dat is een hele, dat is interessant wat je zegt, want dat heb ik uitgezocht. Ik denk dat je dat uitgezocht hebt op basis van van allerlei dingen die er zijn natuurlijk. Die gepubliceerd zijn, waarvan je dus aanneemt dat ze werkelijkheid zijn. Oh
Nou ja, maar dat gaat met alles zo. Precies, dus ik denk dat we in een periode leven dat we steeds meer, dan ga je dus eigenlijk weer dat dingetje maken wat we net aangegeven hebben, dat we in een periode leven waarbij je dus steeds meer gaat vertrouwen, leert vertrouwen op je eigen intuïtie, je eigen gevoel. En ik denk dat je zelf mag filteren van, hey, dit is de werkelijkheid of de waarheid voor mij. En mensen gaan steeds meer vertrouwen op hun gevoel. En daardoor krijg je ook een hele andere zienswijze, bewustzijn. En tegelijkertijd ook een, hoe noem je dat, een desoriëntatie. Omdat je op een gegeven moment gewoon niet meer weet, wat is nou waar en wat is nou niet waar. Moet ik nou echt leren vertrouwen op mijn gevoel of niet? Of hoe zit het nou precies in elkaar? En ik denk dat nu op dit moment een hele grote uitdaging is voor een ieder. Om te leren vertrouwen op het gevoel. Op een dusdanige manier dat voor jou jouw werkelijkheid is. Maar het is lastig, het is moeilijk in deze tijd. Het is heel moeilijk, dat geef ik toe. Maar ik voel wel heel dikwijls of iets komt door indoctrinatie of wat dan ook. Of doordat het uit mijn gevoel komt en uit het universele bewustzijn. Dat daar zit wel een verschil in. Ja, kijk, dat is een beetje hetzelfde wat je... Tenminste, ik zie heel veel berichten verschijnen. Ik krijg onwijs veel mail dagelijks. Maar ik zie ook heel veel berichten op mijn Facebook en tijdlijn. Is dat daar heel veel verteld wordt. Dus dat ze gesproken hebben met aartsengel Michael, aartsengel die, aartsengel dat, engel zus, engel zo. Ja. Allemaal dingen doorgekregen zijn. Dat wordt gepubliceerd. En mensen lezen dat. Die gaan dat massaal delen. Van, oh, wauw, aartsengel Michael heeft tot mij gesproken. En dat wordt allemaal gedeeld en gedaan. En mensen die dat lezen, die nemen dat aan als waar. En ik vind het heel interessant. Het wil niet zeggen dat het niet waar is. Maar ik snap wat je bedoelt. Wat is wel, wat is niet waar? En dat vind ik heel lastig om dat te filteren. Wat had ik nou van de week? Dat is heel, heel erg grappig. Is, ik weet niet of je de Schumann-resonantie kent. Nou, die behoort 7,85 hertz te zijn. Oh ja. Het meest bijzondere is dat hierin 7,85 hertz is. Dus het is stabiel, zeg maar, in de piramide. Maar die Schumann-resonantie is nu verhoogd naar 14 hertz. Dus feitelijk gezien, als mensen weten zeg maar, van de alfa, de beta, de theta en de delta, is dat we dus goed vertoeven in de alfa. Dat is een staat van bewustzijn. Dat we dus in het dagelijks leven met de hele opvoeding van de maatschappij, werken enzovoort, in beta zitten. Waardoor je dus eigenlijk minder beïnvloedbaar, waarbij je dus meer beïnvloedbaar door externe factoren dan met je eigen zijn. Als je in theta zit, dan ga je slapen. En delta ben je schijndood, zeg maar. Dan ben je gewoon echt bijna overleden. Dan zijn we verlost of niet? Nou, bijna. Ik weet niet of je dan verlost bent, maar dan ben je van je stoffelijk lichaam af, zeg maar. En het bijzondere is dat de ene die schrijft dus, als je kijkt naar de alternatieve media, de ene schrijft van, goh, de aarde is aan het ascenderen. Wauw, we gaan naar een andere aarde toe. En tegelijkertijd zie je een ander artikel van, de aarde is in stress, ten gevolge van de wifi die dekt en dat soort zaken. Ik zie iets van, wat is nou werkelijkheid, wat is de waarheid? En als je dus beide gaat voelen, dan heb je zoiets van, ja, weet je, een glas kan half vol zijn, half leeg. En het is maar net aan wie daarover geschreven heeft. En dat is de werkelijkheid. Ja. En als heel veel mensen denken dat het glas leeg is, ja, dan is die leeg. He, want dan is het niet half vol. En ik merk dat we daarin op dit moment, in dit tijdstip, of dit tijdperk, dat vind ik onwijs interessant, dat wij mogen oefenen van wat is nou voor jou de werkelijkheid en wat is nou voor jou de niet-werkelijkheid. En dat vind ik heel bijzonder. Dus ik vind het alternatieve media vind ik ook tegelijkertijd een beetje gevaarlijk. Omdat, het is alternatief, hè? Ja, ook dat. Ja. Maar goed, de alles is wat dat gaat manipulatief. Ja. Maar ik vind het heel moeilijk om dus heel dicht bij je gevoel te blijven. Terwijl je eigenlijk nu in een periode zit waarbij je juist tot het denken komt wat je gevoel is. En daar ligt voor mij best wel een discrepantie van hoe ga je dat managen? Ja. Hoe doe jij dat? Ja. Dat is waar. Ik bedoel, wat je zegt over alternatieve media, daar is ook allerlei eens en outs over te uiten. Want stel nou dat de eigenaar zeg maar, van de alternatieve media degene is die dus een andere bericht in de media kan stoppen dan dat hij eigenlijk bedoelt. Ja, dat zal ongetwijfeld ook gebeuren, denk ik. Deels. I don't know. En dat is anders ook. Ik denk dat de alternatieve media niet heel anders is. Dan de mainstream.
Van de andere kant weet ik wel, en dat deed ik uit ervaring, dat de mainstream media wel heel erg gemanipuleerd is. Gedicteerd. En dat geeft nog een stukje vrijheid in de alternatieve media. Maar dan moet je wel zelf goed onderscheid kunnen maken of durven maken in wat wel en wat niet waar is. En dat komt meer op je gevoel en niet meer op wat je leest. En wat nog wel kan kloppen en wat niet kan kloppen. Maar dan is het nog steeds dat het wat jij zegt of wat wij hier zeggen en waar mensen al dan iets van oppikken of niet. Of juist niet. Ja, het blijft het boek, hè? Ja. De een die kijkt van deze kant naar het boek en de ander kijkt dat boek. Maar het boek staat in het midden. Ja. Alleen ik denk dat het juist heel erg interessant is om te leren kijken naar het boek. In zijn hoedanigheid, de voor- en achterkant. Ja. Maar dan moet je inderdaad allebei de zijde belicht. Ja. En wat mogen we leren over de piramides? Heel veel. Ja. Ik weet niet hoe, wat, want ik kan heel veel vertellen over, want dat is een hele goede vraag. Ja. Ik heb de piramide meegenomen en we hebben het ook niet over de piramides, dus dat is best wel interessant. Ja. Nou, ik heb een aantal dingen, want het is wel heel mooi dat we eerst dit gesprek hebben gehad, want het heeft te maken met een stukje bewustzijn en niet-bewustzijn. En dan ga ik eventjes terug naar, ik weet niet of je het zo kan zien, of dat het zichtbaar is. De meeste mensen die zien dat zeg maar als de flower of life of de levensbloem. Dit is voor mij een heel belangrijk symbool. Wat ik gemerkt heb is dat als je het gaat vergelijken, dit symbool is de centimeter van het universum. En wat bedoel ik met de centimeter van het universum? Op het moment dat je een woning gaat bouwen, dan heb je dus een maat nodig, een centimeter. Want anders passen de kozijnen niet in het metselwerk. En dan ben je maar gewoon iets aan het bouwen. En de ene is dan 3 centimeter groter dan de ander. Dat is niet handig als je productie wil maken. Dan moet je je voorstellen dat er in het begin helemaal niets was. Echt helemaal niets. Het enige wat er was, was een denkende, scheppende kracht. Nou, ik had net al aangegeven waar die dan weer vandaan komt, dat is even een tweede. Maar die denkende, scheppende kracht, die wilde zichzelf ervaren. Dat is even het stipje in het midden. Dus dat is de bron. En die bron, visualiseerde zeg maar een ruimte om zich heen. Hè, dus een centrale ruimte daarin. En dan kreeg je dus de eerste cirkel. En dan is het op zich nog ineens zo interessant, want dan ervaar je dus je eigen ruimte. Maar wat ervaar je dan als je alleen maar je eigen ruimte ervaart? Dus het is interessant dat je ook andere dimensies, andere ruimtes leert ervaren. Die denkende scheppende kracht, die ging dus de ruimte opzoeken, dus de zijkant van de ruimte. En die visualiseerde daar weer een nieuwe cirkel. En dan krijg je dus 2 cirkels. En precies op die scheidingspunten van de 2 cirkels krijg je knooppunten. En op die knooppunten werden weer nieuwe ruimtes gecreëerd. En dan ontstaat er dus een patroon die oneindig is. Nou, als je dus gaat kijken naar de eerste cirkel. En men zegt dus ook wel eens dat de aarde of het universum in 7 dagen is geschapen. En is dat dus 1 cirkel, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus het zijn ook toevallig 6 cirkels met in het midden een overlapcirkel. En dat noemen ze ook wel eens de seed of life. Ja. En dat is ook wel interessant als je gaat kijken naar de seed of life. Dus het ontstaan van het leven. Nou, die cirkels die kan je verder maken en verder maken. Dan ontstaat er dus een oneindig patroon. En op basis van het oneindige patroon kan je eigenlijk alles weer creëren. Dus je hebt een stukje geometrie. Dus als je de knooppunten pakt en je tekent daar weer lijnen in, dan krijg je dus te maken met de Griekse filosoof Plato, die dus de platonische verhoudingen heeft ontdekt vanuit die flower of life. En dat zijn weer de bouwstenen van het leven. En dit kan je ook zien, dus een eicel en een zaadje en een eitje, die bij elkaar komen. En dat creëert ook leven. Het meest bijzondere is dat als je dit gaat zien, en ik noem dit heel eventjes heilige geometrie, dat vanuit die heilige geometrie alles is ontstaan. Dus dat betekent dat als je goed gaat kijken naar de omtrek van de aarde, de omtrek van de maan, die staan in verhouding tot elkaar, exact dezelfde verhouding als die je terug kan vinden in die hele flower of life, dus de heilige geometrie. De afstand van de aarde tot de maan, en dan ga ik heel eventjes naar mijn piramide toe, ik kom straks eventjes van hoe de piramide dan gemaakt is,
Maar Pak deze wel eventjes. Op het moment dat je dus hier een lijn tekent, of lijn hebt, en daar de helft van, als je hier een cirkel in tekent, dan komt die precies net onder de top. Dus de top is net vrij. En die cirkel, dat is de omtrek van de aarde. Dat topje wat hier overblijft, als je daar een cirkeltje in tekent, is dat de omtrek van de maan. En de afstand van de onderkant van de piramide naar de bovenkant van de piramide is toevallig de afstand vanaf de aarde naar de maan. Het klopt exact. En dat kan je via Wikipedia kan je het heel mooi bekijken of berekenen, terug herleiden. En dan is een stukje geometrie is daarmee ontstaan. Nou, ik weet niet of je weet wat de chakras zijn. Nou, we hebben de 7 bekende, maar er zijn er ontelbaar. Zijn er. Als je gaat tellen, is dat de eerste chakra, de tweede, de derde, de vierde. En de vierde chakra is de kleur groen. De groen wordt weer geassocieerd met de natuur. En dan is het interessant dat als je in de natuur loopt, dat je het gevoel hebt van, hey, ik word ontstrest. En je hebt het gevoel dat je in de bron loopt. Nou, daar ben ik net mee vertrokken, zeg maar, vanuit het verhaal, is dat de natuur is in feite de bron. Ja. En toevallig is dat ook groen, nou, niets is toeval. Maar ga je verder tellen, heb je 5, 6 en 7. Dus die 7 chakra's, die komen ook in de Flower of Life weer terug. Zo heb je dus allemaal verschillende knooppunten. Je hebt ook allemaal verschillende universa's. En parallelle universa. Want wat hier gecreëerd is, ik probeer het een beetje uit te leggen. Op het moment dat ik hier een cirkel heb, en ik heb hieronder een cirkel, dan heb ik hier een overlap van 2 cirkels. Het zou best kunnen zijn dat in die overlap van deze cirkels weer nieuwe cirkels zijn ontstaan. Dus dat wij hier op aarde of in dit universum in dit stukje van die hele matrix leven. Ja. En het zou best kunnen zijn dat in een andere matrix, dus een ander universum en deze universum, dat hier ook een overlap is, dat daar weer een ander universum is. Dan praat je over een parallel universum. En zou het kunnen zijn, ik kan het niet bewijzen, maar ik heb wel bepaalde gedachten en gevoelens erover, zou het kunnen zijn dat je dus vanuit het ene universum naar een ander parallel universum kan gaan door die knooppunten op te zoeken. Dus als het ware de donkere gaten en de want het energie hier verdwijnt uit het niets, dat gaat ergens anders in. Het zou best kunnen zijn dat dat hier weer ontstaat. En dat op al die knooppunten allemaal energie van de ene naar de ander wordt gezogen. En dat zeg maar de parallele universa zijn. Nou, vanuit die hele geometrie, want dat heeft ook weer een stukje te maken met die Schumann-resonantie. Maar vanuit die hele geometrie kan je dus een bepaalde verhoudingen ontdekken. En een van die verhoudingen, die kan je dus uit de verschillende knooppunten herleiden. Als je, het is niet helemaal wat ik nu zeg, maar dan heb je een bepaald beeldvorming erbij. Want de verhoudingen uit de piramide zijn ontstaan vanuit 2 cirkels en daar weer 2 cirkels in. Maar voor je beeldvorming, zeg maar, heb je hier een driehoek zitten. Mm-hmm. Nou, ga er eventjes vanuit dat deze verhoudingen een bepaalde gradatie hebben qua hoeken. En op het moment, want dit is plat, en op het moment dat je dus dit in 3D zou zien en je zou daar lijntjes mee kunnen combineren, dan krijg je dus een 3D levensbloem. Het lijkt mij geweldig, ik heb hem nog nooit gezien, om een 3D levensbloem te maken. Dusdanig groot, van 5 bij 5 meter, waar je zelf in kan zitten. Dat zou geweldig zijn. Maar dat gaat bijna niet, want dan moet je ergens tussen al die balletjes, zeg maar. Maar het lijkt me geweldig om dat te ervaren. Maar op het moment dat je dus vanuit de platte geometrie een driedimensionale model maakt en je maakt daar een driehoek uit en die driehoek maak je ook weer driedimensionaal, dan krijg je als het ware een piramidevorm. En die piramidevorm is dit wat ik hier meegenomen heb. Het meest bijzondere vind ik dat op het moment dat je, ja, je kan het hier niet ervaren, want je kan hier niet inzitten, maar ik heb ook piramides van 2 bij 2 meter. Uh-huh. Op het moment dat je in de piramide gaat zitten, dan zit je eigenlijk als het ware in de geometrie. En het heel, heel bijzonder, als je in die geometrie gaat zitten, dan word je als het ware weer verbonden met je eigen bron. Dus niet de bron van al wat is, maar je wordt verbonden met je eigen bron, dus met je eigen geometrie. En ik heb ervaren dat, doe ik dit nou 2 jaar, ik heb heel veel mensen in mijn praktijk en heel veel mensen in mijn piramide gehad, dat ongeveer 95% van de mensen, daar gebeurt wat mee, die voelen wat.
En zeker als je gaat kijken naar de hele huidige samenleving, of in ieder geval het huidige leven, waarbij heel veel geometrie is gemanipuleerd. He, bijvoorbeeld door chemisch gemanipuleerd voedsel, of we eten alleen maar mannelijk voedsel. He, want op het moment dat je bijvoorbeeld een pompoen zou kopen in de supermarkt en je gaat al die zaadjes zaden of neerplanten, hoe zeg je dat? Poten of zoiets zeggen. Zaaien en poten, ja. Zaaien. Je gaat eerst zaaien, dan krijg je plantje en dat ga je poten. Ja, precies. Nou, op het moment dat je dus die zaadjes neer gaat, als je die zaadjes in de grond gaat maken, dan worden het geen pompoenen. Want die zijn, dat is raar, want ik denk van nou, dat zou fantastisch zijn, ik ga één keer boodschappen doen. Ja. En dan heb ik een groentetuintje, maar zo werkt het dus niet. Want die zijn dusdanig gemanipuleerd dat alleen maar een mannelijke pompoen of een vrouwelijke pompoen er is. Weet je, dus dat noem ik even chemisch gemanipuleerd voedsel. Is dat wij dus eigenlijk niet meer geometrie eten, maar alleen maar een gedeelte van de geometrie eten. Waardoor wij dus blokkades krijgen, energetische blokkades, omdat wij bestaan uit energie. Er kunnen blokkades ontstaan op de verschillende chakras. En op het moment dat je in de geometrie gaat zitten, dus de oorsprong, dan merk ik gewoon bij heel veel klanten van mij dat ze weer teruggaan naar hun oorspronkelijke blauwdruk, de oorspronkelijke identiteit. Ja. Nou, dat is even een heel... Er werd net een vraag gesteld, maar goed, ik weet niet hoe je dat wil met in de pauze, na de pauze, voor de pauze. Ja, ik denk dat we... even kijken hoe laat het is nu. Het is nu... Ik zie het niet goed, maar volgens mij zijn we wel naar de pauze toe. En dan... ja, dan gaan we er nu even een kwartiertje uit. En dan gaan we naar de pauze even verder op De piramides. De piramides. Yes. Ja, en een goedenavond allemaal terug. We zijn nog steeds in verbinding met In Conclave in Centrum Sundancer in Zwijndrecht. En je luistert nog steeds naar René van Diest. Die gaat nu alles vertellen over zijn... over de piramides, piramidekrachten enzovoorts. En als jullie vragen hebben, breek los. Maar eerst even laten vertellen. En mensen op de chat, die mogen ook vragen stellen. Maar gelieve dat in hoofdletters te doen, zodat we kunnen zien wat jullie vragen. Ja. Nou René, welkom terug. Ja, dankjewel. Ik heb net al heel veel uitgelegd over de piramide zelf. Wat heel bijzonder is te vermelden, is dat ik... ja, hoe ben ik eigenlijk op die piramides terechtgekomen? Dat is misschien ook een hele leuke vraag. Dat was een leuke vraag, dat is een van de vragen van het publiek. Dus die vroeg van nou, ja. Ik dacht ik zal het vragen en je begint er zelf mee. Dus ja precies, die vraag schoot in één keer in mijn hoofd. Ja. Dus dat is mooi. Hoe ben ik erop gekomen? Hoe kom ik er vanaf? Dat is meer eigenlijk de vraag. Nou, van bovenaf naar beneden geleden? Van boven, ja. Het is heel raar. Jaren geleden had ik dromen. Dat begon zo'n beetje een jaartal aan te geven, rond 2011, kreeg ik dromen over 21 december 2012.nl. En 21 december 2012 zou de wereld vergaan. Nou, de wereld is vergaan, hè, want we leven nog, dus die is niet vergaan. Alleen vanaf dat moment zijn we dus naar een wereld toe gegaan die we nog niet kenden. Dus we zitten in een soort overgangsfase. Ik heb toen heel veel dromen gehad over 21 december 2012. Heel veel dromen over 2020, 2040, 2050. En ik heb daar een aantal beelden gezien. Dat ik zoiets had van, wauw, waar gaan we naartoe met z'n allen? Een van die beelden die ik ook gezien had, of gedroomd had, was dus dat ik in een piramide zat. En ik had eigenlijk zoiets van, wat moet ik hiermee? Nou, toen zijn we dus niet bewust, maar we hadden zoiets van, jongen, we gaan lekker op vakantie naar Egypte. En ik had zoiets van, nou, als we dan toch naar Egypte gaan, dan zou ik ook heel graag naar die grote piramide willen in Cairo. En ik weet niet welk jaar het altijd meer was, dat ben ik even kwijt. Maar toen was, in mei zijn we naar Egypte gegaan. En toen was net die opstand in Cairo. Ik weet niet, volgens mij is dat ergens in 2012, 11, 12 geweest zo'n beetje. Dat was, ik denk dat het 13? 11, 12. 11, 12. En wij zaten dus in Egypte en we zouden dus een binnenlandse vlucht hebben naar Cairo. En dat is ons de strengste afgeraden om toch naar Cairo te gaan. Dus dat is helaas niet doorgegaan. De vakantie wel, daar hebben we onwijs van genoten.
Maar ik baalde wel een beetje, want ik dacht, ja, ik wil in die piramide. En om eventjes de bus te pakken naar Egypte te reizen, dat doe je niet zo snel. Dus had ik zoiets van, nou, hoe kan ik dit oplossen? En toen kwam ik eigenlijk op het idee van, oké, ik niet naar de piramide, piramide naar mij toe. En toen ben ik dus een piramide gaan maken, dus een model wat hierop lijkt. Dus het lijkt erop qua vorm, maar qua modellering was het anders dan wat je nu hier ziet. En daar ben ik dus op een gegeven moment mee gaan experimenteren. En toen had ik zoiets van, ja, wel leuk zo'n modelletje, maar ik wil eigenlijk een piramide hebben waar ik in kan zitten. En toen ben ik dus een piramide gaan maken, steeds groter en groter en groter. Want uiteindelijk moet je het ook wel kunnen maken. En uiteindelijk is de piramide geboren van 2 bij 2 meter. Daar ben ik dus in gaan zitten. En toen ik daarin zat, ja, er gebeurde bij mij heel veel. En ik had zoiets van, oké, wow, toeval. Weet je, een blackout of een burn-out of weet ik veel wat. Of gevoel van stress of ik denk, nou, het kan allemaal. En toen heb ik daar een aantal willekeurige voorbijgangers, een aantal goede vrienden van mij, die nu geen vrienden meer zijn. Maar die hebben in de piramide gezeten en nooit meer gezien. Maar die heb ik in de piramide neergezet. En elke keer gebeurde daar iets heel bijzonders. En dat vond ik wel heel fascinerend. Ik dacht, wat is dit? Nou, en zo ben ik er eigenlijk opgekomen. Ik heb nu een piramide bij me van 40 bij 40 centimeter. Ik heb een piramide van 2 bij 2 meter, waarbij ik op een gegeven moment een droom had waarbij ik dus het topje van de piramide aan het afzagen was. Nou, ik moet je eigenlijk voorstellen dat ik heel erg trots was dat ik mijn eerste grote piramide had. En dat ik dus een droom kreeg waarbij ik met een zaag op die piramide stond te hakken. En nou ja, ik heb het maar gedaan, want ik had het gevoel dat ik het topje van de piramide af moest zagen. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb hem echt plat afgezaagd zo. Dus eigenlijk op die manier zo. En toen had ik dat topje in mijn handen en toen had ik zoiets van, dit klopt niet. Dit voelt niet goed. En toen ben ik gaan schaven en zagen enzovoort. Uiteindelijk is het dit topje geworden. En heb ik dus de piramide heb ik dus zo ingezaagd, om het zo maar te zeggen. Waardoor dus het topje van de piramide er precies inviel. Toen ben ik op het briljante idee gekomen om naar Google te gaan. En daar heb ik ingetypt, topje van de piramide. En toen kwam ik ik had het nooit van tevoren gedaan, topje van de piramide, totdat ik het topje van de piramide had. En dan had ik zoiets van, joh, waarom voelt dit beter dan het andere? Ik was gewoon nieuwsgierig. En toen typte ik in het topje van de piramide. En toen kwam ik een foto tegen op Wikipedia. Dat was exact deze in steenvorm. Daar hadden ze een foto gemaakt. En ja, dan krijg je, ik kreeg zo'n kippenvelmoment. Ik denk, hoe bestaat het dat ik dus iets gemaakt heb waarvan ik zoiets heb van, wauw, weet je, dit voelt goed. En dan ga ik het op Google nazoeken of er iemand iets over geschreven had. En dan kom ik hetzelfde afbeelding tegen. Dat zijn van die kippenvelmomentjes. En het bleek dus dat de top van de piramide, dat wordt de sluitsteen genoemd. Elke piramide heeft dus een top die er dus 9 van de 10 keer afgestolen is. Omdat de top van de piramide van edelmetaal is. Van goud, koper, dus hele legering is dat geweest. En dat is een van de eerste dingen die ze van de piramide afgestolen hebben. En uiteindelijk heb ik dus een top van de piramide, die kon ik dus op en afzetten. En in de piramide gaan zitten, topje erop, weer een keer in de piramide gaan zitten en topje eraf. En dan kijken wat er gebeurt. Nou, dat is een ongelooflijk verschil. En zo ben ik dus eigenlijk gaan experimenteren met mijn eigen ervaringen, maar ook met vrienden en kennissen. En ja, het is heel maf eigenlijk, maar sommige dingen ontstaan gewoon spontaan. Want dan heb je zoiets van, ja oké, hier heb ik een piramide, maar wat moet ik ermee? He, dus ik heb een piramide en ik zit in de piramide en dan? Nou, een goede vriendin van mij, die ik heb leren kennen in een engelenweekend, die belde mij op een gegeven moment op. En die had zoiets van, René, volgend weekend moeten wij samen naar de Engelendag. Dus niet ga je mee of zo? Nee, dat was wel een opdracht. Okay. Ja, je moet mee. Ik zeg, hoezo dan? Zegt ze, dat weet ik niet, maar ik heb het gevoel dat je mee moet. Oké. En toen had ik net mijn piramide af, zoals ik hem echt wilde hebben. Ik had er een foto van gemaakt. Dus nou, heel lang verhaal kort te maken. We zijn naar die Engelendag gegaan. En daar kom ik een vrouw tegen, dus de eigenaresse zeg maar, van dat mooie verblijf daar. En uiteindelijk was na
Na het einde van de dag was iedereen weg van die hele dag. En ik zat daar nog met die goede vriendin van mij. En uit het niets zegt die vrouw, die de eigenaar zeg maar, van die club daar. Die zegt van, joh, ik heb een hele mooie ruimte hier. Maar het enige wat ik nog mis is een piramide. Die heb ik. Dus ik liet de foto zien. Ik zeg, joh, ik zeg, moet eens kijken wat ik gemaakt heb. Zegt ze, wauw, zoiets moet ik hebben. Dus die heeft een piramide van mij aangeschaft. Want die zegt van, maak je die? Ja, die maak ik, tuurlijk. Die maak ik. Dus dat was mijn eerste opdracht. Ben ik een piramide gaan maken voor haar. Die heb ik daar neergezet. En zij organiseerde later kindbeurs 21ste eeuw. Dus alles op alternatief, maar dan specifiek voor kinderen. En zij gaf mij aan van, joh, ik heb jou ingepland voor het weekend. En je staat dus daar met een steentje voor jouw piramides. Ik zeg, oké, interessant. Dus ik had zoiets, nou, oké, dat blok ik in mijn agenda en ik sta daar. Een week van tevoren belden ze mij op. Zegt ze, ja, ik heb nog één ding niet verteld. Ik zeg, wat niet? Je moet ook een lezing geven over de piramides. Ik zeg, oké, daar kom je dus nu mee. Dus zo is het eigenlijk gekomen dat ik daar, 5 dagen uiteindelijk voordat ik daar naar de beurs zou gaan, had ik zoiets van, oké, maar wat ga ik vertellen over de piramides? Ja, piramidevorm, en toen wist ik dit allemaal nog niet, zeg maar. En één dag van tevoren, dat weet ik nog goed, vrijdagavond, had ik echt het gevoel van, oké, ik moet morgen een presentatie doen, dus ik ga nu mijn laptop open doen en ik zie wel waar ik het over ga hebben. En het meest maffe is dat na afloop had ik 7 A4'tjes getypt. En dan ging ik nalezen en had ik zoiets van, oh, mooi verhaal, leuk. En dan had ik zoiets van, oh, maar die heb ik zelf getypt. En ik had dus niet door dat ik het zelf getypt had. En toen had ik zoiets van, ja, maar als ik een presentatie ga geven, ga ik geen 7 A4'tjes oplezen. Dat is raar. Ja. En op het moment dat ik dus mijn tekst begon te lezen, kreeg ik allemaal plaatjes. Van oké, bij dit verhaal hoort dit plaatje, bij dat verhaal hoort dat plaatje. Nou, toen ben ik dus naar Google gegaan en ik wist precies welke plaatjes ik moest zoeken. Van nou, dit verhaal, moet je dat intypen? Poef. En dat plaatje, dat verscheen dus. Ik had binnen 2 uur, had ik mijn hele complete presentatie klaar. En de zaterdag heb ik dus mijn presentatie gedaan. En er waren 15 mensen zo'n beetje in de zaal, nog ineens zo gek veel. En ik weet nog heel goed, het is de dag van gisteren, ik stond dus voor de zaal, ik deed mijn presentatie. Na afloop begon iedereen te klappen en ik ook. Zo, wauw, mooi, zeg. En het meest maffe was dat ik dat niet door had. Dus ik stond op een gegeven moment te klappen en op een gegeven moment zoiets van, oké, waarom sta ik te klappen? Ja. En toen had ik dus eigenlijk het gevoel dat ik zat te luisteren naar mijn eigen presentatie. En toen had ik zoiets van, dit is maf wat hier gebeurt. Het lijkt wel alsof ik dus in de zaal zit te luisteren naar mijn eigen presentatie. En dat ik op een gegeven moment bewust word van het feit dat ik degene ben geweest die voor de zaal stond. Ja, ja, ja. En als je zeg maar zo'n stemmetje in je hoofd hebt, die zei iets van, nu heb ik het voor de eerste keer gedaan, nu weet je hoe het moet, morgen mag je zelf doen. Oké. Dus ik heb zondag de presentatie gedaan zoals die moet zijn. En toen zaten dus een aantal mensen in de zaal van, joh, goede presentatie, geef je ook workshops? Ja. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dus zo is eigenlijk de eerste workshop ontstaan. Ik had dus in no time 7 mensen in de workshop. En toen had ik zoiets van, oké, piramidekrachten workshop. Waar ga ik het over hebben? Geen idee. En zo is eigenlijk een piramidekrachten workshop ontstaan. En ook op dezelfde manier is dus de hele workshop samengesteld. En uiteindelijk begreep ik dat, ook weer met beelden en dromen, dat ik dus een 7-traps workshop mocht gaan houden, gerelateerd aan de verschillende chakras. Oh. En daarna kreeg ik dus heel duidelijk het gevoel van, hey, iedere chakra heeft een bepaalde frequentie. De piramide heeft een frequentie. Ik kwam toen in aanraking met een vrouw die geuren ontwikkelt. Ik wist niet dat je geuren kan ontwikkelen. Ik had zoiets van, die maak je. Nee, die ontwikkel je. Dus die heeft geuren, dus aura sprays ontwikkeld. En toen was er dus op een gegeven moment allemaal ingrediënten van extern die in één keer bij elkaar kwamen. En toen had ik een workshop chakra piramidekrachten met allemaal ingrediënten. Dus de kracht van de piramide. Dus de mensen die gaan in de piramide zitten om te beurten. Ik ga geluidsfrequenties laten horen die een relatie hebben met de verschillende chakras. Aura sprays die ook een bepaalde frequentie hebben, die gerelateerd zijn aan de chakras. En
Ik ben daar, ik heb de eerste workshop gedaan. En ook de eerste workshop wist ik precies wat ik moest zeggen en hoe enzovoort. En ik zag de mensen veranderen. Dus van begin tot eind zag ik zoiets van, wauw, wat gebeurt hier? Nou, en dus ja, hele simpele vraag, maar een heel lang uitleg. Zo ben ik eigenlijk begonnen met de piramides. Oké. En de Flower of Life. Die Flower of Life, dat heb je daar net uitgelegd. Maar hoe heb je die dan gecombineerd, tenminste gerelateerd aan die piramides of andersom? Want dat is een... Dat verhaal, dat wat ik net al heb aangegeven, dat ik dus 7 A4'tjes had getypt. Ja. Daar stonden dus een aantal zinsneden in. En die typte ik in Google. En dat begon op een gegeven moment met de Flower of Life. En zo is dus ook de hele presentatie opgebouwd. Dus de presentatie is opgebouwd van wat ik net verteld heb. Vanuit het niets is er zeg maar een denkende, scheppende kracht. Ja, ja. Die uiteindelijk de Flower of Life, de Seed of Life, de Flower of Life. Daar een aantal geometrische verhoudingen in getekend heeft. En vanuit die geometrische verhoudingen, in 3D-perspectief, wordt dus de piramide. Ja. En dat is een hele opbouwende vraag, zinsnede geweest. En zo is eigenlijk die hele workshop en de presentatie ontstaan. Oké. Van die piramides is dus ook bekend dat op een derde van de hoogte bepaalde krachten sterkste zijn. Kun je daar nog iets over vertellen? Van waarom? En hoe dat tot stand komt of wat het eigenlijk doet. Ja, als je een lineaal zou hebben en een stift, dan kan ik het gelijk uitleggen. Een stift hebben we daar, hè? Als je een stift hebt, dan kan ik een aantal dingen laten zien. Ja. Waardoor ik kan... Je kunt die... dat bord pakken. Maar dan kan je dus zo, dan kan ik uitleggen hoe dus, waarom 1/3? Ja. Waarom? Het bord heb ik niet nodig, alleen een stift. Oh. Ja. Want dan teken ik hem gelijk hier in de Flower of Life. Goed, En dat is wel goed. Ik had even een lineaal. Nou, ik teken wel uit mijn hand. Dat maakt op zich niet uit. Komt er een lineaal bij? Oh ja. Misschien zie je wel. Er is van alles hier ook. Het ligt een paar meter uit elkaar, maar voor de rest is er helemaal... Het ligt een paar meter uit elkaar. Ja. Ik ga kijken of ik het op deze manier kan tekenen. En ik zal je ook stap voor stap meenemen in... zodat je ook gaat zien zeg maar, wat ik teken. Ja. Want ik teken natuurlijk nou eventjes ook op... op tafel. En... Ik laat het stap voor stap ook even zien. Ja. Dit is een driehoek die naar boven gericht is. En als je gaat kijken naar de verschillende universa's die erin zitten. Dit is zeg maar het eerste universum. En vanuit het eerste universum zijn die cirkels ontstaan, wat ik net verteld heb. Dus die Seed of Life en de Flower of Life. En je kan het zien dat als je 3 cirkels hebt, dus deze, die en die, is dat daar... een associatie is met de vrouwelijke energie, de mannelijke energie, en dat de mannelijke en de vrouwelijke energie eigenlijk het universum scheppen. En als ik dus een verbinding maak van de vrouwelijke universa naar de mannelijke universa, krijg ik een naar bovenwaarts gerichte piramide. En dit staat synoniem voor de mannelijke energie. En dat zie je ook met het symbool zeg maar, van mannelijk en vrouwelijk, dus van naar boven gericht en naar beneden gericht. Dus dit is zeg maar de bovenwaartse piramide. Als ik hem anders ga tekenen, en dan teken ik deze, dan krijg je een piramide die van boven naar beneden is getekend. Ja, dus net hadden we dus deze piramide, van beneden naar boven. En nu heb ik er eentje getekend van boven naar beneden. En dat noemen ze dus de vrouwelijke energie. Nou, wat ontstaat hier, dat is de Merkaba. En je ziet dus dat de ster in vroegere tijden ook geassocieerd is met iets negatiefs. En waarom? Omdat dit ook weer in relatie staat met het geloof. En als je dit negatief bestempelt, gaan mensen het niet gebruiken. Ja, dus hoe negatief iets is, 9 van 10 keer hoe sterker het eigenlijk is. En op het moment dat je dus in het veld gaat staan, dus het Merkaba-veld, en je gaat in het midden staan... dan ervaar je dus al de krachten vanuit de bron.
Als ik nu ga tekenen vanuit de, zeg maar de 1 derde, 2 derde, en ik teken dus een aantal lijnen erin. Ik ga het even zo doen, dat gaat net even wat sneller. Dan ontstaat dus deze. En deze verhoudingen die kan je ook weer terugvinden als zeg maar 1 derde, 2 derde. En wat betekent dit? Is dat de krachten die in de piramide zitten, die gaan dus eigenlijk als het ware zo schuin naar binnen. En die komen dus centraal op 1 derde van de onderkant komen ze samen. En dat kan je allemaal weer terugrelateren aan dus het hele piramideverhaal. Okay. Eigenlijk de hele heilige geometrie. Nou, zo kan je heel veel kleuren. Nee, die begrijp ik. Oké, en kan je dan ook verklaren, of is er een verklaring voor waarom dat precies op dat derde punt het ook zo'n reactie geeft? Ja, die heb ik net uitgelegd. Dus je verwijst eigenlijk koppelen van 7 universa, koppel je als het ware die 7 universa aan elkaar. Dus die gaan samenwerken. En op het moment dat je dus deze lijnen gaat tekenen, verwijzen ze allemaal terug naar de bron. Dus je kan eigenlijk zien dat de brandpunt is van al wat is. En dat ligt precies op 1 derde, 2 derde. Dat begrijp ik. Maar welke piramide je ook maakt, met de juiste verhoudingen. Ja. Op het moment dat je die zo neerzet, dan is het precies op dat punt. Is altijd 1 derde. Ja, maar daar komt ook de energie vrij. Ja. Ja, en dan heeft het ook weer te maken met Noord-Zuidas. Ja, dus dat is een hele, hele belangrijke. Is op het moment dat je hem precies uitlijnt op de Noord-Zuidas, is dat dan de energieën op dat moment het beste werken. En dan krijg je een soort brandpunt. Ja. Als je gaat kijken naar de doorsnede van de grote piramide van Cheops, die is heel erg interessant. Dus google daar eens een keertje op van doorsnede piramide, doorsnede van de grote piramide. Dan krijg je dus een plaatje, die heb ik dus niet bij me. Maar dan krijg je een plaatje te zien dat precies op 1 derde is de koningskamer. Ja. En daar staat ook de sarcofaag. En die sarcofaag, dat is een plek wat gebruikt is voor hoge energieën. En dus de Jezus, Boeddha en noem het maar. Om dus daar een aantal dagen te verblijven. Ik dacht 5 of 6 dagen. Werd de kist afgesloten. Het is dus geen graf. Het is gewoon een manier om je zintuigen uit te sluiten. Dus je horen, zien, proeven en dat soort zaken. En op het moment dat je dus in die sarcofaag lag, op een gegeven moment kreeg je dus verbinding met de bron. Nou, en dat zie ik dus nu ook gebeuren, is dat die hele piramidevorm, dit is exact dezelfde verhouding als de grote piramide van Cheops. Alle doorsneden van de grote piramide van Cheops, die is allemaal weer terug te relateren aan dit plaatje. Het klopt exact. Okay. Dus de lower chamber, de queen's chamber, de koningskamer, alles is te relateren aan de doorsnede van de Flower of Life in relatie met de doorsnede van de grote piramide. En door die geometrie toe te passen, ontstaan dus die krachten. Want dit zijn de bouwstenen van ons leven. Sterker nog, als je je vinger zo hebt, dan zijn deze verhoudingen die je hier vindt, zijn exact dezelfde verhoudingen die je hier terug kan vinden in die hele geometrie. Ja, oké. Exact. De gulden snede is ook een maatstaf, zeg maar. Maar als je de gulden snede mag uitleggen, dan heb je. Ik leg het hier wel even uit. Dat doe ik even zo. Stel je voor dat die denkende scheppende kracht zichzelf wilde ervaren. Ja, dus die maakt eigenlijk een kopie van zichzelf. En op het moment dat je een kopie maakt van jezelf, dan heb je dus eigenlijk twee dezelfde vlakjes. Dan is de vraag dat als het ene vierkantje, het ene dit doet, dan doet die andere precies hetzelfde. Hoe kan je dan jezelf ervaren? Dus, nou, een heel lang verhaal kort te maken. 1 plus 1 is 2. Dus uiteindelijk hebben ze die bij elkaar opgeteld, is 2 ontstaan. Dus de gulden snede is 1, 2. 2 plus 1 is 3. En zo krijg je dus een driehoek van 3 bij 3. 2 plus 3 is 5. En zo krijg je dus elke keer 3 plus 5 is 8. En als je deze gaat tekenen, dan krijg je dus die gulden snede, zeg maar, erin. En die gulden snede is onder andere gebruikt om zeg maar het hele universum ook weer vorm te geven. En dat is weer ontstaan vanuit een stukje geometrie. Dat heeft wel iets met elkaar te maken.
Maar vanuit de hele geometrie, zo kan je het zien, is zeg maar alles ontstaan. Dus de guldensnede, de Fibonacci-reeks. Alles is terug te herleiden zeg maar, naar dit symbool. En het meest bijzondere is dat dit symbool ook steeds vaker terugkomt nu in deze tijd. Ja, dus je ziet het regelmatig inderdaad. Voor mij mag dat. Ik weet niet of dat de baas mag. Mevrouw Schaap, heel bekend dat eigenlijk de piramide die op tafel hebt staan, is eigenlijk maar één onderdeel van de piramide. De originele piramide loopt ook hetzelfde naar beneden de grond in. Er is dus je hebt twee brandpunten. Eén brandpunt naar boven en eentje naar beneden. Dat is eigenlijk wat je daar hebt staan. Precies. Dat is de originele piramide eigenlijk. Alleen die zien we niet. Kijk, je kan jezelf afvragen hoe het komt dat de huidige piramide niet verzakt. Nou, als je ervan uitgaat dat diezelfde piramide aan de onderkant in het zand zit, en dat de andere piramide op het zand zit, maar dat je eigenlijk dit ziet zo, dan zie je eigenlijk de piramide hier staan. En daar, je hebt ook zeg maar een lower chamber. En onze geschiedenisboeken, de doorsneden zeg maar, die gaan niet verder dan de lower chamber. Waardoor het lijkt alsof er verder hier niets ontstaat of niets is. Maar moet je je voorstellen dat hier 100, 150 meter zand op ligt. Er ligt een hele stad onder. En dat is allemaal niet bekend. Nee. Maar er is veel meer dan wat je ziet. Je ziet ook wel theorieën of waarheden, hoe je het ook wil noemen. Dat de piramides oorspronkelijk een vorm van een energiecentrale zouden zijn. En dat er stukken ontbreken uit de piramides, die eigenlijk hadden moeten zorgen voor volledige energievoorziening. Weet je daar iets van? Is dat een? De kennis zeg maar om daar een gefundeerd antwoord op te geven, die ontbreekt. Dus ik kan daar niet heel gefundeerd op antwoorden. Nee. Het enige wat ik weet is dat onder de piramide een rivier loopt. En dat rivier een combinatie met bepaalde frequenties, dat daar wel iets mee gedaan is met energie. Ik heb er wel een bepaald beeld bij. Alleen dat staat dus niet op Wikipedia of Google of wat dan ook. Maar ik heb er wel een beeld bij. Is dat, ik geloof zeker dat gaat gebeuren. Is dat door, moet ik het even heel simpel uitleggen. Het is ingewikkeld, moet ik simpel uitleggen. Dus dat is een uitdaging. Je moet je eigenlijk voorstellen dat de aarde, zoals ik dat net heb uitgelegd, dat de aarde een geometrische vorm is. Die ontstaan is vanuit de geometrie. Dat die in exacte verhouding staat tussen de maan en alle planeten die eromheen zitten. Zo kan je natuurlijk ook voorstellen dat onder aarde een bepaald energiegrid zit, zeg maar, die de vorm heeft van een flower of life, maar dan bol. Ja, ja. Een beetje het voetbal, zeg maar. Dat de aarde in de voetbal zit, zo moet je het zien. En stel je nou eens voor dat zeg maar in vroegere tijden, en dan praat ik echt heel ver terug naar de tijdperk van Atlantis en de Lemurië enzovoort, dat we dus een 12 DNA-strengige mens zijn. En dat hele grid wat om de aarde zit, is vol. Die is helemaal perfect. Ja. En je moet je eigenlijk voorstellen dat dus de val van Atlantis, dus die 12-strengige DNA, dat het geval is dat dus het hele grid energieveld om de aarde veranderd is. Waardoor dus zeg maar het hele energieveld ook van de aarde is veranderd. Hier heb je allemaal knooppunten. En als je dus het hele grid om de aarde ziet als de flower of life. En moet je eigenlijk voorstellen dat precies op die knooppunten, als je dus vanaf de voetbal naar beneden gaat naar de aarde, dat precies op die knooppunten op de aarde een heilige plek is. Ja, een krachtcentrale. Ja. Dan kan je je voorstellen dat er dus op aarde een aantal krachtplaatsen zijn die dus een relatie hebben met het gridveld om de aarde heen en dat die dus met elkaar communiceren en dat daardoor een energieveld ontstaat binnen de aarde waar je gebruik van kan maken. En datzelfde energieveld kan je dus overzenden naar de obelisken. Ja. Ja, dus de obelisken die vangen dus de energie op en dat is dus draadloos stroom, noem het maar. Met de val van Atlantis kan je je voorstellen dat zeg maar, dat hele grid vernietigd is vanuit zijn oorsprong en dat dus bepaalde punten niet meer corresponderen met bepaalde energiepunten op aarde. Dus dat betekent dat als we
in staat zijn, en dat gebeurt dus nu, dat we dus de energie, dus weer teruggaan naar die 12-strengige DNA, dat is dat bepaalde kristallen weer geactiveerd worden, waardoor dus een energieveld weer hersteld wordt wat om de aarde in zit, is dat verschillende piramides langzamerhand ook weer actief worden, waardoor er dus weer een energieveld ontstaat. Sterker nog, door de punten van de energiegrid om de aarde te onderzoeken, dus dat je precies weet wat de coördinaten zijn, en je gaat naar beneden naar de aarde, dan ontdekken ze nu ook veel meer van die heilige plaatsen. Ja, ja, ja. En zo zie ik dus het hele grid, dat gaat nog veel verder dan de aarde. Dan moet ik even hier tekenen. Want als dit de aarde is, zo, dit is de aarde, en ik heb hier dus een energiepunt, dat houdt niet op bij de aarde. Dus dat kan ook veel verder gaan, ja. Waarbij er dus een ander planeet is, zeg maar, die dus het energie precies weer opvangt en dat hij daar weer gebruik van maakt. En zo zou het kunnen zijn dus dat het hele universum allemaal aan elkaar gelinkt is. Hè, want op de maan staan ook piramides. Ja, dat die allemaal weer met elkaar gelinkt zijn. En het zou zomaar kunnen zijn dat de aarde, als je hier de aarde hebt, dat hier een, betekent F4, dat hier een piramide staat zo. En dat die lijnen doorlopen en dat aan de andere kant ook een piramide staat. Ja. En dat die weer met elkaar communiceren. En ik zie steeds meer en meer en meer, en ik voel het zelf ook, dat de energie aan het verhogen is. Dat merken we met z'n allen, want er gebeurt gewoon heel veel. Dat we uiteindelijk weer teruggaan naar die hele staat van zijn zoals die in het begin was. Dus het grid. Ik ben dus in Mexico geweest. Even de microfoon. Ik ben dus vorig jaar in Mexico geweest. En dan heb je de Indianen daar zo. En dat is vlakbij. Dat is de Golf van Mexico. Dat is een bekende toeristenplaats. En daar vlakbij in de buurt is er zo'n. Waar dus die oude gebouwen staan van die oude Indianen. En dan zie je ook inderdaad dat soort piramide-achtige gebouwen staan. Dus, ja. En misschien is dat er ook dan al. Wat je zegt, een van de, dat het een lijn heeft naar elkaar toe. Ja, alles ik weet in ieder geval, hè, bijvoorbeeld dat de grote piramide staat in relatie met een bepaalde gradatiehoek met de heilige plaats Stonehenge. En alles heeft weer, zeg maar, een relatie met elkaar. En het is allemaal niet voor niets op die manier geplaatst. Ja. Waar de Inca-Indianen, die hadden dat geplaatst. Sorry? De Inca's hadden dat dus gemaakt. Wat hebben ze gemaakt? Die soort piramide-achtige. Oké, ja. 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 Oké. Nou ja, het grappige is dat ik van jongs af aan altijd dacht dat de plaats waar we naar teruggekomen zijn, uit het verleden of. Dat, ik heb daar ooit een verhaal over geschreven, nog niet zo gek lang geleden, een jaar of 10 geleden. Dat we hier met z'n allen naartoe gekomen zijn, met alle heilige plaatsen of krachtplaatsen vernietigd hadden of verplaatst. Zodat we onze weg niet terug konden vinden en dat we die nou terug aan het zoeken zijn. En waar ze geweest zijn, ze terug oprichten. Niet per se qua bouwwerk, maar qua energetisch punt. Je kunt kijken wat alles is en dan ziet die piramide, die kan je wegvagen, maar je kunt het punt laten staan. Je kunt ook de energie daar blijven laten bestaan. En ik dacht altijd op die manier dat we op deze manier elkaar weer terug gaan vinden. En ik zie dat nu gebeuren. In feite dat vroeger dacht ik, ja nou ja, weet je wel, wat moeten we nou? Er zijn steeds meer mensen die op dit pad terugkomen. En dus die plaatsen ook weer creëren, maar ook weer herdenken. Je ziet nu gewoon steeds meer mensen die naar de piramides gaan. Maar ook, je noemt Stonehenge en dat soort plaatsen. Daar gaan steeds mensen terug naartoe, alsof ze zich herinneren dat ze daar moesten zijn. En daar verzamelen al die mensen elkaar ook weer. Dus ik denk dat daar toch wel een lijn in zit. Maar dat, ja, inderdaad, ook die piramides, wat je zegt, in verbinding staan met Stonehenge. Maar er zit ook zo'n hele lijn die over, rond de hele aarde loopt. Over die, ja, daar hebben ze zo'n Sint-Michels of Michael, wat je maar wilt. Ken ik niet, maar. Nou, die staat, dat is één grote lijn. En die lopen allemaal op speciale punten die naar Sint-Michael genoemd zijn. Mm. Maar dat is natuurlijk later zo genoemd. Ja. Omdat die punten er al veel eerder lagen. Maar die lopen onder andere onder Stonehenge en over de. Hoe heet het daar?
heb ik de naam van de berg kwijt. Bij Bretagne, Le Mont Saint-Michel en het Vaticaan en dan gaan we door. Dat allemaal, dat die daar ook allemaal mee in verband is. Ja, kijk, er is veel meer dan we weten en dat we bewust zijn. Zeker, ja. Goed, ja. Jeroen, mag ik wat vragen over jullie hebben het over die energieën en die plekken. Dan denk ik aan leilijnen, heet dat zo, die dus over Moeder Aarde lopen. En waar je dus ook kruisingen, want ze kruisen elkaar. En dat zijn dan toch de krachtbronnen, die kruisingen van de leilijnen. Waar ze dus zeg maar kerken en bepaalde gebouwen opzetten, juist omdat daar zoveel energie is. Ik heb geen verstand van leilijnen. Dat is weer een andere tak van sport. Ik kan ook niet bevestigen zeg maar, of de leilijnen zeg maar, in relatie staan tot de geometrie die in relatie staan tot de heilige geometrie. Ik heb me daar niet in verdiept, dus ik kan daar ook geen antwoord op geven. Maar ik weet dat er inderdaad leilijnen bestaan en dat de leilijnen een bepaalde energiebanen zijn. Ja. Maar ik weet niet, als je zeg maar, het grid van de leilijnen ziet, of dat exact overeenkomt met de geometrie vanuit de Flower of Life. Weet ik niet. Maar dat is een goede vraag om een keer te onderzoeken. Tot en met Griekenland. Ja. Het zou mij niks verbazen dat dat een relatie met elkaar heeft, maar ik heb dat nooit op die manier onderzocht of bewust geworden, omdat ik me eigenlijk gewoon puur alleen maar beperk tot de geometrie en de piramides. Heb ik nog een vraag. Er zijn een paar jaar geleden zijn dat nieuwe piramides ontdekt in Bosnië daar. En ik heb begrepen dat de energie in piramides gemeten wordt met bovi. En nou schijnen de piramides in Bosnië nog een veel hogere waarde te hebben als de piramides in Egypte. En wat is daar het verschil in en wat hebben we eraan? Ja, een hele leuke vraag. Alsof je het weet dat ik in Bosnië ben geweest. Dat wist je niet. Oké, ik ben ooit een keer in contact gekomen met de ontdekker. Dat is Semir Osmanahic. Dat is de ontdekker zeg maar, van de piramide in Bosnië. En hij heeft in eerste instantie heeft hij het kenbaar gemaakt dat er een piramide was of is in Bosnië. Dat is ontkend door de autoriteiten, omdat het niet kan. Omdat de piramide van Egypte de oudste is die op de planeet zit. En er kan geen oudere piramide zijn dan Egypte. Dus stel dat de piramide in Bosnië ouder zou zijn, en dat is die dus ook, dan de grote piramide in Egypte, dan moeten alle geschiedenisboeken opnieuw herschreven worden. Dus daar heeft hij heel veel tegenwerking in gehad. Sterker nog, een aantal archeologen die dus mee wilden helpen om dus de hele grote piramide in Bosnië te ontgraven, die zijn uit hun ambt gezet door de regering. Dus op het moment dat jij dus mee ging helpen aan het onderzoeken, ontgraven van de grote piramide in Bosnië, werd je dus gewoon geen archeoloog meer genoemd. Nou, heel veel archeologen willen dat niet, dus die hebben dus niet meegeholpen. Toen is Semir, die is heel slim geweest en die had zoiets van oké, dan maar vrijwilligers. En op basis van vrijwilligheid is er dus een heel team ontstaan vanuit de hele wereld, waarbij je dus als vrijwilliger naar Bosnië kan gaan. En dan kan je dus meehelpen met het ontgraven van de tunnels die leiden naar de piramide. Nou, dat is natuurlijk een hele leuke kans. Semir heb ik zelf ontmoet. Ik heb 2 keer meegeholpen. Ik ben dus ook daadwerkelijk in Bosnië geweest. Niet in de piramide. Want voor zover ik weet kan je nog niet in de piramide. Maar je moet je voorstellen dat dit de piramide is van Bosnië. En dat hier een ingang is, een tunnel die gevonden is, die mogelijk leidt naar de piramide. En heel fascinerend is dat ik het eerste verblijf wat ik had in Bosnië, dat was bij een particulier thuis. Daar kan ik heel verhaal over vertellen, maar het is heel erg leuk. Heel kort. Die mensen zijn zo gastvrij dat hun in de kelder zijn gaan wonen, zodat dus gasten van buitenaf in hun eigen woning konden vertoeven. Dus ik sliep eigenlijk in het bed van hun, terwijl hun op een matrasje lagen in de kelder. Dus het is heel bijzonder, maar het is heel leuk. Maar wat ik dus niet wist, is dat de huis van hun, die stond dus tegen de helling van de grote piramide. Wist ik niet. Totdat we de volgende morgen aan de andere kant van de vallei stonden. En dat we dus naar de piramide stonden te kijken. Ik zeg van, joh, maar... Nou, en dat was dus inderdaad het huisje. Nou, kom ik eventjes terug op jouw vraag over die bovieswaarde. Een gezond mens heeft ongeveer 7.500 bovies. En als je niet weet wat een bovie is, dan, ik vergelijk het meestal met een lampje van 60 watt. Dus stel dat een mens 60 watt is, dan is een lampje van 7000 watt is heel veel. Het is jammer dat ik dat niet eerder wist, anders had ik een aantal stenen meegenomen uit de Bosnische piramide.
waarbij je dus de energie kan ervaren van de bovenzwaarden. Op het moment dat je in die tunnels, wij gingen dus in die tunnels, en het begin van die tunnel, dat is zeg maar nul bovies. Hoe dieper wij kwamen, er staan ook al van die bordjes, dat is ook allemaal gemeten, hoe hoger de bovieswaarde. Een gezond mens heeft 7500 bovie. Wij zaten op een gegeven moment op de 20.000 bovies. Toen kwamen we uit op een zogenaamd healing room, zoals ze dat mooi genoemd hebben. Ik had al gelijk door van dit is geen healing room. Dat hebben ze zo bestempeld, maar dat klopt voor mij niet. Want precies op dat punt werd ik kotsmisselijk. Een vriend van mij, ja, dan kan je wel zeggen healing room, maar een vriend van mij die kreeg hoofdpijn. En een andere vriend die had opeens contacten met UFO's en ruimteschepen. Die hebben we later ook afgevoerd. Nee, maar er gebeurde heel veel. En we hadden zoiets van, wauw, weet je wel, ik kan gewoon niet verder. Toen moesten we dus eigenlijk in die ruimte acclimatiseren, om het zo maar te zeggen. En om een heel lang verhaal kort te maken, hier kan ik ook weer anderhalf uur over praten. Is dat we uiteindelijk, heeft het voor mij anderhalf, twee dagen geduurd. En toen konden wij verder naar de 40.000 bovies. En de waardes lopen nog veel verder. Ik heb daar ter plekke ook een aantal dromen gehad, of een aantal beelden. Waarbij ik gezien heb dat de bovieswaarde zelfs naar 200.000 gaat. Ciao. En ik heb dus de hele grote piramide in Bosnië, de hele omgeving, heb ik zelf ervaren als een soort decompressiekamer. Weet je, als je gaat duiken, dan. En dan moet je je voorstellen dat je dus dat een punt zou kunnen zijn waarbij je dus contact kan maken met andere dimensies of andere entiteiten die een hele hogere energiewaarde hebben. Is dat je daar naartoe loopt en dat je de tijd neemt om je eigen energiewaarde te verhogen. Zodanig dat uiteindelijk jouw stoffelijk lichaam die bovenzwaarde niet aan kan. Dus die laat je dan in zo'n healing room. En dan ga je dus als een hogere entiteit ga je dus door. En ik zou me ook goed voor kunnen stellen, die beelden heb ik althans gezien, ik kan het alleen niet bewijzen, is dat dus andere entiteiten van boven acclimatiseren van 2000 of 200.000 terug naar de aarde. En dat ze op die manier dingen hebben neergezet. Een aantal punten wat heel erg interessant is, is dat doordat ik mezelf heb opgeworpen als vrijwilliger om mee te helpen met graven in die tunnels. Dat heb ik geweten met mijn 1,97. Is niet goed. Ik heb er echt rugpijn van gehad, niet te geloven. Maar het gaf wel bepaalde privileges. En een van die privileges was dat wij na drie dagen hadden wij opeens, s'avonds een uur of acht, hadden we het idee van, hey, hoe gaaf zou het zijn als wij dus naar die 20.000 bovies kunnen gaan, dat wij daar een ceremonie doen en dat we dus contact maken met mensen in Nederland en dat wij dus via de gedachten, want tijd en ruimte bestaat niet in hogere dimensies, wij de energieën van die 20.000 bovies over kunnen seinen naar Nederland. Hoe gaaf zou dat zijn? Dat hebben wij dus de volgende dag hebben we dat gedaan. We zijn dus om half negen zijn we naar die piramides gereden. De bewaker die stond daar voor de poort. Alles was gesloten, maar je kan er dus niet in. Licht, alles is uit. En wij vroegen dus aan die bewaker van, bewaker, we komen er niet in. Maar we vroegen eigenlijk heel simpel, joh, can we go inside? Ik denk, nou, dat snapt hij dan nog wel. No problem. Dus het hek ging open. En dan zaten we dus met twee man, of met drie man. Zaten we dus in de piramide, in de gangen. Het licht ging aan, hek achter ons weer dicht. Zaten we met twee mensen, tweeën, zaten we dus in die gangen, want dat loopt echt kriskras door elkaar. Plek opgezocht naar de bovieswaarde, de hoogste bovieswaarde. 'S Ochtends hadden we al een mail gestuurd naar 100 mensen, of tenminste naar Facebook, via Facebook. En uiteindelijk bleek dat 100 mensen meegedaan hadden. We deden dus op dat moment een energie, dus we gingen zo zitten bij die, dat is een metaliet noemen ze dat, die 20.000. En dan gingen we dus de handen zo neerleggen, een steen tussen ons in van, zeg maar, 2 bij 2 meter zo'n beetje. En op dat moment dat we dus de intenties uitspraken van, oké, we gaan nu de energie naar Nederland toesturen, voelden we dus die hele energie gongen zo. Dat was echt, ik denk van, wow, wat gebeurt hier? Dat was van 8:30 tot 9, of van 8 tot 8:30, ik ben even die tijden kwijt. En 5:30 was die bewaker zo slim om ons te seinen dat we weer de tunnels uit moesten gaan. En hoe deed hij dat? Door in één keer het licht uit te doen in die tunnels. Ik kan je eigenlijk voorstellen dat we schrokken ons de tandjes. We waren daar bezig en in één keer was het het licht uit en weer aan. Nou, dan zit je echt, als je met de energie bezig bent, precies van wat is dit dan allemaal weer? En nou, uiteindelijk was het 5 voor afloop.
En we zeiden, het heeft geen zin om nu door te gaan. Dus we zijn weer teruggegaan naar het hotel. En gelijk Facebook opgestart. Van, nou, weet je, we hebben het gedaan. En toen hadden we al 5 berichten van mensen. Die hadden zoiets, kan het kloppen dat jullie 5 voor gestopt zijn? Nou, dat klopte exact. Ja, ja. En zo heb ik dat ervaren met die bovenzwaarden en de piramides. Mag ik nog 1 dingetje vertellen? Ja, ik ben toch bezig. Je bent een gast. We komen voor jouw ervaring. Dus. Ja, wat ik ervaren heb, dat was ook heel bijzonder, is dat ik het hele tijdsbesef was ik kwijt. En hoe heb ik dat ervaren? Wij hadden dat huis wat dus op de heuvels lag van de piramide. Daar slaapten wij. En op een gegeven moment, na een dag of 2, had ik zoiets van, voor mijn gevoel is het 6 uur. En dan keek je op je klokje, was het maar 2 uur. En dat hebben we nooit met elkaar uitgesproken, want op dat moment waren we met 4 man. Ik ben daar 2 jaar achter elkaar geweest. En op een gegeven moment wen je daaraan, tot we terugkwamen in Nederland. En dan was het precies andersom. Hadden we het voor mijn gevoel is het 6 uur en het was het 2 uur. Of nee, net andersom. Het was 2 uur en het was het 6 uur. Ja. Ik heb dat gedeeld met de mensen die er ook mee waren. Als je zegt, ja, dat heb ik ook. Ik denk, dat is raar zeg. Dus het lijkt net alsof dus de tijd en ruimte daar gemanipuleerd wordt of wat dan ook. Maar heel maf. Heel maf. Nou, dat is jouw vraag op de piramide. Maar ik ben er zelf geweest. Maar het is heel bijzonder. Het is leuk dat je dat nou even zegt over die tijd-ruimteverschil. Heb je dat idee niet dat je dat hier regelmatig hebt? Elke seconde. Hè? Elke seconde zo'n beetje. Ik ben ervan overtuigd dat je kan tijdreizen. Ja, ik heb het 1 keer meegemaakt. Ja, nou ja, ik heb het zelf regelmatig en met getuigen. Dus dat is dat ik met de auto ergens naartoe rijd, waar ik normaal 3 kwartier over rijd, en dat ik dan 1 kwartier daar ben. Precies, ja, heb ik ook meegemaakt. En dat soort grappen. Dus ja. Dat gebeurt gewoon ineens spontaan. Of dat, dat je ineens in een ander tijdperk rijdt, lijkt het net. We kennen het gevoel kennen we allemaal. Dus iedereen die hier aanwezig is, die kent dat gevoel. En wat voor gevoel bedoel ik? Dat je in de auto zit en dat je op een gegeven moment denkt van waar zijn die andere 5 kilometer gebleven? Ja. Dat gevoel heb je. Weet je, dat is tijdreizen. En als je in die vacuüm kan zitten, dan kan je dus tijd manipuleren. Nou ja, dat bedoel ik dus. Ik heb het praktijkervaring, kan ook wel beschrijven. Ik zou om 9 uur ergens zijn vanuit hier ongeveer. En dat was een afstand waar ik normaal bijna 3 kwartier over rijd. Normale snelheid. Ik rijd pas om 9:05 weg. Dus ik bel van het wordt 1 kwartiertje later, want ik rijd nu pas weg. Dus houd daar rekening mee. En ik rijd er gewoon naartoe. En ik bel aan. En degene die zegt, hè? Het was 9:10. Dus ik heb van 1 kwartier in plaats van 3 kwartier over gereden. Nou, ietsje meer. Maar dat zijn dus dingen. Maar in diezelfde reis kan ik me wel ineens herinneren, achteraf, dat er 2 politiemotors naast mij reden. En allebei zo naar binnen zaten te kijken van wat is hier aan de hand. En toen waren ze ineens weer weg ook. Dus dan denk ik, ja, dat ik daar ineens ter plaatse verschenen ben. En dat ze dus niet wisten wat er gebeurde. En dat we weer weggaan, omdat het niet kan in mensen. Maar dit soort dingen, ja, dat kom je toch regelmatig tegen. En ik denk dat mensen dat wel herkennen. Maar dan moet je maar voor de aardigheid zijn. Wat jij zegt, dat mensen zeggen van, hey, waar is dat stuk gebleven? Maar dan gelijkertijd eens even de tijd opnemen. Hoe lang je daarover had moeten doen, bij wijze van spreken. Want dat is wel heel interessant. Ja. Dat meer veel voorkomt. Jammer is het alleen dat je het zelf niet op dat moment nog niet kan activeren. Tenminste, dat probeer ik wel. Dan denk ik van, nou, eens kijken of dat lukt. Maar ja, dan ben je daar zo bewust mee bezig dat je die tijd niet omgezet krijgt. Nou, wat ik zelf, ik heb het ook een keer ervaren, wat jij net hebt omschreven. Is dat ik ook 's ochtends, maar noem even een tijd, want ik weet de tijden weet ik niet meer. Ik weet wel wat er gebeurd is, maar het is eenzelfde soort verhaal van wat jij nu vertelt. Is dat ik van A naar B was 1/2 uur rijden. Om 8:30 vertrekken. Zou ik om 9:00 er zijn. Ik was daar om 9:00. Uiteindelijk heb ik daar een vergadering gehad. Ik kom terug. En dan was het 9:15. En dan denk je van, dat is raar. Dan ben je dus eigenlijk 1 kwartiertje ben je heen en weer gevlogen. Dan heb je vergadering gehad, bespreking, alles heb je gedaan. En dan ga je in eerste instantie twijfelen van, is het nou zomer-wintertijd? Of hoe zit dat? Niet.
En dan ervaar je dus inderdaad dat je een kwartiertje in tijd bent gegaan. Maar dat je alles wat je meegemaakt hebt en gedaan hebt, veel verder bent. Ja. Ik heb het een beetje teruggeredeteerd van hoe kan dat? En het enige wat ik me kan herinneren is dat in die periode ik gedachteloos was. Klopt. Volkomen gedachteloos. Dus dan kom je in een soort vacuüm terecht. Waarbij je gewoon niet denkt, niet bewust bent, helemaal niets. Dus en dat is een staat van bewustzijn die in deze tijd heel moeilijk te bereiken is. Ja, dat denk ik ook. Want ook de tijd die wij ervaren, bestaat helemaal niet. Nee, het is nu 5:15, toch? Ja, of ergens wel. Nee, maar dat klopt. Want alles wat in de ruimte, kan je ook niet zeggen hoe lang je ergens over doet. Want alle tijd die wij beseffen is gerelateerd aan onze aarde. Voor de rest zit er helemaal geen tijd aan vast. Tijd bestaat niet. En dat is heel leuk dat je tijd eigenlijk aangeeft. Want als ik terug ga redeneren naar de piramide. Want ik kom voor de piramide. Ja, is dat mensen ook ervaren op het moment dat ze in de piramide gaan zitten. Dat ze het gevoel hebben dat ze daar 30 minuten in zitten. Terwijl het maar 5 minuten is. Ja. En dat maak ik steeds vaker mee. Dat is ook een vorm van bewustzijn. Ik ben benieuwd wat jij ervaren hebt in de piramide. Ik heb net gehoord dat jij in de piramide hebt gezeten gisteren. Dat is snel rond. Ja, nou, dan, tijd en ruimte bestaat niet. Nee, precies. Nee. Nou, ik voelde gewoon eigenlijk min of meer een... Het kwam bij mij over als een energieschok. Weet je wel? Ik ging daarin en... Nou, net of ik helemaal opgeladen werd. Gewoon energie. Maar ook mijn hoofd, die leek wel uit elkaar te klappen, bij wijze van spreken. En dat is dus... Maar ik zou ook helemaal niet eens weten hoe lang ik daarin gezeten heb. Maar ik merkte wel een enorme energie aanwezigheid. En dat is een... Dat is wat ik daarbij voel. Nou ben ik zelf ontzettend gevoelig voor energie. En zowel qua voelen, qua zien. Je wil niet weten wat ik hier allemaal zie. Dat is, ik ervaar hier ook heel veel energie. En ik zie ook heel veel energie die mijn mensen begeleiden. Ook bij hem zelf heb ik eergisteren dan. Zat ik en daar zag ik gewoon zijn energie erbij zitten. Maar die was bijna 2 keer zo lang. Hmm. Dus dat soort dingen, dat is dan wel grappig. Want dan... Dan energiepunten voelen binnen huizen en zo. Maar dat ook zien. Ik bedoel dat er ergens een krachtpunt is. En dan zie je gewoon een zuil van licht bovenop staan. Dat is echt... Ja, dat is mooi. En dat is dan wel grappig. Dan zie je dat de inpandige katten daar ook uitgerekend daar gaan liggen. Onder die zuil. Dus die zoeken dat punt ook op. Regelmatig. Dus als je een kat ziet, dan moet je hem jaarlijk verplaatsen en zelf gaan zitten. Nee, waar ben jij? Ja, dat zou kunnen, ja. Nee, maar ik weet die plek te zitten en degene, dat laat je ook op. Maar je ziet hem ook veranderen in kleur. Oké, dat is mooi. Ja. Het is, een soort van een lichte kleur en die gaat zich cirkelen rond degene die daar gaat staan. En dat leek net op een soort van DNA-streng die er zo naar boven gaat en dan ongeveer naar boven. Het is leuk dat je dat zegt. Kijk. Ja, precies. Jullie weten allemaal niet wat ik teken natuurlijk, maar dat komt vanzelf. Is dat die DNA-strengen, die zit hier ook allemaal in. Dus die hele, als je dit zeg maar in 3D gaat zien, dan zit die DNA zit hier ook helemaal in. Ja. En als je dan gaat kijken naar de verschillende DNA-strengen en je gaat dus alle DNA-strengen bij elkaar zitten, dan zitten er ook weer 12 in. En we zijn weer terug naar een 2-strengig enzovoort. En zo heb je dus allemaal verschillende DNA-strengen die allemaal weer een relatie hebben met elkaar. Dus dat is wel heel erg boeiend. Dus die zit hier ook in de geometrie. Het grappige is dan, om daar dan nog even op door te gaan misschien, van als je hier binnen bent, of je ziet allemaal mensen binnenkomen, zie je allemaal verschillende energieën. En in de loop van de tijd, dat je dan met een sessie bezig bent, of dat met een lezing, of wat dan ook, zie je ineens al die energieën met elkaar in, en dan wordt het net één energie. Okay, het lijkt net een soort wolk die er overheen gaat, en dan die de rust weer keert. Je kunt ook zien als er bijvoorbeeld iets gebeurt wat op sommige mensen heel veel effect of emoties weg. Dan zie je gewoon ineens die kleuren veranderen. Dus voor mij is dat
Ja, ik vind het wel leuk om het te ervaren, maar het is ook doodvermoeiend. Want ik zie het overal. Als ik over de weg rijd of de lichten van de weg, nou, ik kan s'avonds bijna niet rijden, want dat lijkt wel kermis. Dat is, dan zie je echt alles verschuiven. En dat, ja, sommige kleuren die verdwijnen gewoon. Ja. Het is bijvoorbeeld een, bij stoplichten bijvoorbeeld. Je hebt rood, oranje, groen. Nou, oranje verdwijnt. Dus ik zie wel altijd rood of groen, maar ik zie niet wanneer het oranje is. Dus op het moment dat ik geen kleur zie, dan staat rood of groen. Ik ga niet met jou mee rijden. Nou, er zijn mensen die mij ook niet meer laten rijden, dus ik mag altijd mee rijden. Tegenwoordig, dus dat... Ik kom je wel ophalen. Ja, nee. Maar dat soort dingen, dat is soms ook heel verwarrend. Soms heel verwarrend, het lijkt me heel erg verwarrend. Ja. Ja. Maar het grappige is daarvan, het is even een hele kleine zijstraat, maar ik maak ook foto's. En om mensen te laten zien wat ik zie, heb ik filters ingebouwd in mijn fotoprogramma. Om die foto's zo te laten zien, of in kleur te geven, dat jullie ze zien zoals ik ze zie. Maar dan kan mooi. Ja, dat is heel, en daar heb ik... Ja, daar maak ik ook kunstwerken van tegenwoordig. En dat is wel leuk, omdat... ik verkoop ze niet. Nog niet. Maar ik heb er wel heel veel intussen. En dat is... ja, dat doe ik dan digitaal eigenlijk. Een foto bewerken naar de situatie zoals je eigenlijk... jij hem ook zou moeten kunnen zien. Want die energieën... de meeste mensen zeggen, dat zie ik niet. Ja, je ziet het wel. Maar je herkent het niet. Ja, dat staat ook op een visitekaartje. Je weet pas dat iets bestaat op het moment dat je weet dat het er is. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je gaat kijken natuurlijk naar al die verschillende kleuren, want we hebben natuurlijk een prisma van kleuren, ja. Die is door ons prisma achter onze ogen is die gefilterd, dat wij dus de kleuren van elkaar kunnen scheiden. Ja. En op het moment dat je die prisma anders ziet, dus dat driehoekje zeg maar, of die koker van vroeger, zeg maar, ja. Dat je al die kleuren ziet, dat verdwijnt. Dat is precies dat je die kleuren. Ja. Je moet net, ik kan ook gewoon zien wat jullie normaal zien. Dat kan ik wel ervaren en dat is meestal ook wel zo. Dat heb ik me wel aan moeten. Dat heb ik me wel aan moeten leren. Want ik dacht vroeger dat iedereen dat zo zag. En dat bleek dus niet zo te zijn. Dus ik kon gerust zeggen dat als het er een onweersbui aan kwam over de zee, dan zei ik van god, zo, dat zit wel mooie rode kleuren in, terwijl het pikken zwart was. Weet je wel, van dat. Hmm. En dan zitten ze echt zo van, gaat weer goed met je? Zo. Maar als je dan op een gegeven moment daarover praat en daar uitlegt, dan zie je na een tijdje dat die mensen ineens ook zeggen, verrek, het is rood. Ik bedoel, die verschillen, als je daar oefeningen mee doet samen, bij wijze van spreken, dan kan ik jou kleuren laten zien die je normaal helemaal niet ziet. Dus dat is ook met energiewerk. Bijvoorbeeld als je gewoon een blauwe bol hier in de lucht hangt, een energiebol, je zegt van nou die is blauw. Ja. Nou, niemand ziet hem, maar op een gegeven moment zien ze hem ineens allemaal. En dat komt gewoon omdat je dan gaat focussen en dat wilt zien. En dan is het er ook. Ja, sowieso kan je dus inderdaad focussen. Een hele leuke oefening is dat, die ik ooit eens een keer geleerd heb, is dat je dus inderdaad in het donker een lampje laat branden. En dat je dat lampje in één keer uitdoet. Dan zie je dus al die verschillende kleuren. Of als je echt gaat kijken naar de persoon, maar dat je er eigenlijk naast kijkt, dan zie je in één keer die aura, dat witte randje zeg maar, om die persoon ontstaan. Ja, dat is het punt ook hier. Dat is ook de reden waarom sommige mensen aura's wel zien. Ik zie ze 9 van de 10 keer ook gewoon, als ik daar een beetje op concentreer. Ja. Maar je ziet ook waar bij wijze van spreken spots in zitten, waar iets niet klopt. Ja. Dus ik doe niet aan geneeskunde of wat dan ook. Dus je maakt radio? Ik maak radio. Je moet iets anders doen. Ja, dat is interessant genoeg. Maar ik zie dan bijvoorbeeld wel dingen. En dan zeg ik soms zelfs tegen iemand van... Ja, nou, hoe gaat het met je? Ja, een beetje last van mijn hart gehad vroeger. En ik zou maar een beetje uitkijken. En de volgende week heb ik een hartaanval. Ik bedoel, dus daar ben ik heel zuinig mee met dat soort dingen te zeggen. Want mensen geloven het toch niet. Ik bedoel, ze gaan gewoon voor zoals ze bezig zijn. Maar ja, je kunt wel dingen zien. En dat is een... Het is soms handig, maar het is ook... Nou, dat is misschien wel eens leuk om dat een keertje uit te proberen van iemand die dus naast de piramide zit. Om zeg maar de kleur te gaan bekijken. Iemand in de piramide neerzetten, oh, ja, hoe die dus qua leuk, kleur verandert. Experiment, ja. En het is sowieso al leuk voor de mensen die luisteren en ook hier in de zaal zitten. Als je een A4 printer hebt, ga gewoon naar Google, typ daarin levensbloem. Dan krijg je dus dit symbool te zien, print hem uit... En je kan hem plastificeren, je glas erop zetten. En dan ga je dus die geometrie, die ga je in het water, of wat je drinkt, zeg maar. Dat drink je op. Wij bestaan zelf 70% uit water. Dus dan ga je eigenlijk geometrie drinken. Ja.
En je kan er ook op gaan staan. En dan denken de mensen van ja, het is geen 3D-printen, weet je, het is plat en het werkt allemaal niet, het is maar inkt. Die begrijpen dat niet, maar het gaat puur om de geometrische vorm. Ja. Door die geometrische vorm gaat jouw lichaam herkennen wat voor energie er is. En dat is misschien ook wel leuk inderdaad, om dat een keer in de piramide te zien qua kleur en zo. Ja. Heel interessant. Dat is zeker interessant. En daar ben ik gelijk voor in. Om zoiets te doen. Deal, ik rij. Wat? Ik rij. Jij rijdt? Ja, dat is goed. Ik wilde nog even vragen. Op de Rijswijk heb je op de piramides heb je zo'n bal staan. Ja. Kan je die uitleggen? Ja, dat is een oranje calciet. En daarboven is een seleniet. Die beide kristallen, of beide stenen, die heb ik meegenomen naar Bosnië. En in Rijswijk gebeurt er iets anders, dat is zeg maar de paranormale beurs. Daar gaan heel veel mensen in de piramide zitten en uit de piramide. En ik wil eigenlijk voorkomen dat elke keer een bepaald energie in de piramide gaat zitten. En dat ik het elke keer opnieuw moet neutraliseren. Dus ik heb in de hoeken van de piramide heb ik azostuliet gedaan. Ik heb de oranje calciet, heeft voornamelijk te maken met je tweede chakra. En seleniet. En die werken heel mooi, heel liefdevol samen. Zodat mensen die in de piramide gaan zitten, het gewoon als een hele liefdevolle, eigenlijk de energie van de piramide iets kan dempen, om het zo maar te zeggen. Waardoor het heel rustig bij mensen overkomt. Als ik puur de energie van de piramide zou nemen, en ik haal alle metaal of edelmaterialen ook weg, dus puur de piramide, dan kan het nog wel eens vrij heftig zijn voor de mensen. En dat is niet erg handig als ik op de beurs zit. Want het gebeurt regelmatig dat mijn cliënten in de piramide gaan zitten en dan gigantisch volledig gaan shaken. Dus echt helemaal gaan trillen. En dat is niet... dat wil ik niet echt zeggen. Maar dat komt eigenlijk door de energie van de piramide die op dat moment gaat resoneren met een oorspronkelijke frequentie. En dat eigenlijk gaat door de geluidsbarrière, om het zo maar te zeggen. En dat kan soms heftig zijn. Ik heb ook heel vaak mensen die in de piramide gaan zitten. Als ik dus al die kristallen niet gebruik, dan gaan mensen in de piramide zitten. En dan... heel veel mensen hebben zeg maar een blokkade op hun vierde chakra. Dat is hun hartchakra. Die willen niet bij hun eigen gevoel komen. En op het moment dat mensen in de piramide gaan zitten en ze hebben dus hier een blokkade, dan kan het zomaar zijn dat het in één keer doorboord wordt door de universele moederenergie, universele vaderenergie. En dat komt hier samen in het hart en dan in één keer... Brrr, en dat ze in één keer spontaan gaan huilen. En dat kan zo heftig zijn dat, dat ik dat niet wil, zeg maar, op de beurs. Maar dat mensen ervaren hoe het is. Ja, anders hebben we daar op een gegeven moment geen bezoekers meer. Nee, precies. Ik was heel plantisch. Maar het is heel genuanceerd. En ik heb bewust de energie heb ik meegenomen om het te neutraliseren. En zo kan je dus met piramide werken in combinatie met stenen. Hele leuke vraag wat je stelt. Als je je chakra's nog meer... Wil uitlijnen, opladen, dan kan je in de hoeken kan je de stenen neer gaan leggen die resoneren met de frequentie van je eerste chakra. Of stenen neergelegd die resoneren met de tweede chakra. Ik ben nu bezig met de ontwikkeling, en dat is niet makkelijk, maar ik weet zeker dat het me gaat lukken, om een instrument te maken, een steen, die dus mannelijk, zowel mannelijk als vrouwelijk is, met exact de juiste gradering, maar dan in edelstenen. En dat als je een kristal kan maken, een bergkristal, in de juiste geometrische verhoudingen, want die is er nog niet, dan heb je een instrument die ik dus in de top van mijn piramide kan zetten, zowel boven als onder, die dus de krachten precies op 1/3 integreert in je lichaam, waarbij je in één keer... Poeh, en ik heb net in de pauze heb ik het al aangegeven, waarbij ik nu beelden heb gezien in mijn dromen, dat ik op die manier mensen holistisch kan genezen. En ik kan niet zeggen dat ik holistisch kan genezen, dat nee. Niet. Maar ik heb wel een droombeeld gezien, waar dus in de toekomst, en wat is de toekomst, hè? Morgen is de toekomst al, dat mensen dingen neer gaan zetten die nu op dit moment onmogelijk lijken. Dit is even jouw antwoord op je vraag van wat zijn dus die mooie ballen die erboven zitten. Ja. Oké. Okay. Toen was het stil. Toen was het stil. Ja, nou ja, goed. Ik was even benieuwd of er nog mensen waren die wat vragen hadden. Ja, waarschijnlijk wel.
Ja, ik was nog even benieuwd. Ga je nog terug naar Bosnië? Of hoe is nu je contact daarmee? Goeie vraag. Ik ga niet terug naar Bosnië. Dat heeft een aantal redenen. Eén, omdat ik nu voorzichtig ben in reizen naar het buitenland. Dan moet je niet door angst laten leiden. Maar ik heb zoiets van de noodzaak, zeg maar, om nu naar Bosnië te gaan en mee te gaan helpen in die piramides is voor mij minder aanwezig. Dus, en ik heb ook niet zoveel zin om nu daar in die omgeving te zitten. Want ik heb ook daar de energie gevoeld, zeg maar, tussen alle wat daar gebeurd is. Dat vind ik niet prettig. Dus ik heb er zelf voor gekozen nu om daar op dit moment, zoals ik er nu over denk, niet naar terug te gaan. Oké. Dat is duidelijk. Zijn er nog andere mensen die vragen hebben? Want ik denk dat we straks dan zag je dan tegen het eind van het programma lopen. Of zullen we 4 uur misschien? René, de Bosnische piramide hebben we dan ontdekt. Dat is een andere piramide dan Cheops. Weet jij nog andere piramides op de planeet die nog niet ontdekt zijn of half ontdekt op dit moment? Och, er zijn er zoveel. De Krim heb ik gehoord. Piramides die nog niet ontdekt zijn, bedoel je? Ja. Of piramides die ontdekt zijn waarvan de meeste mensen het bestaan nog niet weten? Ja, nog niet mainstream zijn. Ja, oké, okay, want ik ken nog niet piramides die niet ontdekt zijn. Nee, dat is een goeie. Die ken ik niet. Maar ik weet dat er nu in het nieuws heel erg een piramide in Portugal is. Ik weet dat er een glazen piramide ontdekt is in de Bermuda-driehoek. Ja, dus dat daar zitten. En zo zijn er nog een aantal piramides ontdekt die waarschijnlijk net zoals de grote piramide van Bosnië ontdekt zijn, maar nog niet de publiciteit in kunnen of mogen, omdat die mogelijkerwijs ouder zijn dan de huidige piramide in Egypte. En je kan heel veel lezen op dit moment op internet. Dan komen we eigenlijk weer terug op het hele begin van wat is dan waarheid en wat is niet waarheid. Uh-huh. Maar op het moment dat je de plaatjes ziet en je ziet daar een aantal dingen in, als je daarmee gaat voelen, dan zie je eigenlijk dat er verschrikkelijk veel piramides zijn. Je moet uitkijken dat je niet piranoïe wordt. Piramidenoïe wordt. Want wij liepen dus in Bosnië. In de omgeving. En op een gegeven moment zie je in elk berg, elk rots, elk dingetje, zie je dus een piramide. En waarvan jij hoopt dat jij degene bent die het ontdekt. Weet je, zo ben ik ook naar IJsland geweest. Dan heb je ook, zie je opeens overal piramides. Ik weet dat er een piramide ontdekt is. Ik weet even niet waar. Dat is in ieder geval met sneeuw bedekt. Of het nou Noord-Zuidpool of weet ik veel wat is, Groenland. Is dat door de smelting eigenlijk van een gedeelte van de ijskap, is dat daar ook allemaal piramides uit naar boven komen. Ja. En ja, zo kunnen natuurlijk ontzettend veel dingen ontdekt worden die op dit moment nog verborgen zijn. Ja. Dat zou het. En soms zie je wel eens foto's dat er een straal aan de bovenkant naar boven gaat. Weet je daar iets van, uit de piramide? Ja, dat is. Eén is dat Photoshop. ik heb zelf nog geen foto kunnen nemen waarvan ik zie dat zeg maar, energie uit de piramide ontstaat. Dus ik zie ook zeg maar, dat de foto's van Bosnië, met name ook Bosnië, is dat. Ik ben daar zelf ter plekke geweest, dus ik weet hoe de berg eruit ziet. En als je gaat kijken op de foto's, dan zijn een aantal bomen enzovoort, die zijn weggeshopt. Waardoor je echt die vorm gaat zien, weet je wel. En ja, ik weet dat ze metingen hebben gedaan met boven de piramide van Bosnië. Ik geloof iets van 28 kilohertz of iets dergelijks. Dat daar energie uitkomt. Ja, dat kan je vertellen. Maar je kan natuurlijk ook een foto maken met een beetje gefotoshopt van joh, kijk een energiestraal en dan 28 hertz onderzetten. Ik heb zelf nog geen foto kunnen maken. En dat is even mijn eigen werkelijkheid en waarheid. Waaruit ik kan zien dat de energie staat. Ik kan het wel voelen. Maar dat kan je niet in foto's. Als je het nu kan je het ook voelen misschien. Als je het met je hand boven. Als mensen je, die daar gevoelig voor zijn. Ja, dit kan je zeker voelen. Ja. Ja. Maar op het moment dat je nog niet zo ver bent in het voelen van energie, voel je het niet. Dus een aantal mensen die zeggen van ik voel niks, dus het bestaat niet. En een aantal mensen zeggen ik voel het wel, want ik voel het. Dus daar heb je ook een nuancering in. Be my guest. Het zou interessant kunnen zijn om die foto, als je daar foto's van maakt, of dat ik ze wel zie bijvoorbeeld,
Ja, dat zou kunnen. En dat ik die foto's bewerk met die filters die ik eroverheen zet. En dan zou je ze theoretisch gezien, zou je ze moeten kunnen zien. Dan zou ik ze op die piramide moeten zien staan. Ja, het wordt een hele leuke afspraak. Ja. Nee, want foto's maken in de piramide, ja, meter. En, ja. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Dat is leuk, want ja. ik zie het niet overal, maar heel dikwijls als ik een foto zie of ergens in de natuur ben en dan zie ik iets en dan fotografeer ik het en dan bewerk ik die software en komt er precies uit wat ik zag. Dus dat is wat interessant. Je normaal niet ziet. Ja. Dus dat vind ik dan wel interessant. Dus ja. Dat is een, ja, wat wel bewezen is, maar ik heb er ook geen foto van, daar kan het best wel interessant zijn, is iedereen heeft een aura-laag om zich heen. En een aantal mensen die ik niet ken, maar die heb ik gewoon gezien, zeg maar, qua metingen, via, is dat een persoon die had migraine, en er was dus, zat echt een gat in zijn aura, precies hier, en die is dus een aantal keer in de piramide gaan zitten, of die een merkbaar veld, en waarbij het aura veld hersteld werd, waarbij dus de hoofdpijn verdween. En het lijkt me heel gaaf om dat te zien, zeg maar, van oké, een aura laag zoals jij het ziet, naast de piramide, foto maken, filters eroverheen, iemand een half uur in de piramide neerzetten. En dan weer een foto maken. Ja, dat zou interessant. Lijkt me geweldig. Het zijn interessante experimenten. Ja. Het lijkt me heel leuk om dat te doen. En om daar voor mijzelf ook meer het bewijs te krijgen. Dat ik het niet, maar dat ik het gewoon altijd in combinatie doe. Dus ja, ik vind het geweldig. Ja. Ik de proefkonijn wel zijn als het mag? Oh ja, ik kon opeens geluiden. Ja. 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 Ik heb eigenlijk ook wat vragen. Kijk, die piramides zijn allemaal speciale maten, bepaalde graden gesneden. Heb je dat op het internet staan dat mensen dat na kunnen maken? Of een soort bouwpakketje? Of hoe werkt zoiets? Iedereen kan het maken. Of je het nou uit papier maakt of uit hout of metaal, dat maakt op zich niet uit. Je kan naar een doe-het-zelfzak gaan en gewoon bamboestokken kopen of latjes enzovoort. Het belangrijkste is dat je begrijpt, zeg maar, hoe die samengesteld is. Ik neem jullie even mee stap voor stap, omdat je een klein beetje weet hoe het ontstaan is. Twee cirkels, dat zijn dezelfde cirkels die je hier ziet. Die teken je dus na, ja, dus deze cirkel en deze cirkel. En als je die twee cirkels hebt, dan heb je hier precies in het midden, kan je een lijn zetten. Dit staat voor mij synoniem voor de universele vader, universele moeder en het geboortekanaal. Dus dit is voor mij ook het geboortekanaal, zeg maar een vrouwelijke geboortekanaal, als je het zo mag associëren. Als je hier weer twee nieuwe cirkels in maakt, op die manier en op die manier, dan krijg je dus een geboortekanaal waarbij weer nieuw leven ontstaat. Er zijn een nieuw universum. Als je deze lijn neemt, dus zeg maar het knooppunt, en die verbind je met boven, dan ontstaat hier een hoek die precies 51,51 graden is. En die hoek is exact dezelfde hoek als de piramide. Dit is de maat, zeg maar, die je neemt om de piramide te construeren. Ik teken het heel makkelijk, maar op het moment dat je met passers aan de slag gaat, dan zal je zien dat dat best wel tegenvalt. Dit is dus precies deze hoek is dus 51,51 graden en dat is deze hoek. Dus zeg maar, dat is deze hoek. Dus niet die hoek, maar dat is deze hoek. Dit is precies 51,51 graden. En dat komt dus hieruit. Dus deze hoek, die zit hiernaast. En dan kan je het maken. Alleen ik weet uit ervaring dat als je vier latjes hebt, exact maat moet maat voeren en uiteindelijk ervoor zorgt dat elke hoek 51,51 graden is, dan zeg ik van veel succes. Ga maar lekker hobbyen. Want het is niet makkelijk om te maken. Dan moet je echt goede machines hebben die heel zuiver kan schaven en frezen. Als je het echt met de hand gaat maken, dan heb je een piramide, maar als je de hoek na gaat meten, dan is die gewoon niet zuiver. Dat is bijna onmogelijk. Je moet het echt met de computer, gestuurd, moet je gaan zagen. Onder andere. Ja, dit is allemaal met de computer gezaagd. Dit kan je bijna niet met de hand doen. Dat is heel moeilijk. Ik stel hem wel zelf samen. Dus ik maak, zeg maar, in de machine maak ik dus dit gedeelte in vieren. En uiteindelijk lijm ik ze in elkaar. Maar dan moeten dus deze hoeken, die moeten ook exact weer op elkaar passen. Past dat niet, zit er een klein frictie in, dan gaat het dan niet meer. En dat is ook de reden dat ik het in hout gemaakt heb. Omdat, en voornamelijk MDF, omdat MDF niet krom trekt.
Andere houtsoorten die trekken krom. Dit blijft loeien zuiver. Het is zwaar, maar tegelijkertijd ook ongelooflijk gaaf. Want je kan natuurlijk verven. Dus het is wit en ik ga er nog eentje verven die in het goud is. En dan heb je dus een gouden en een gouden piramide. Ja, hoe gaaf is dat dan als je een gouden piramide op zolder hebt staan waar je in kan zitten? Dat is natuurlijk helemaal kicken. Dus dat, maar het is te maken. Zeker, ja. Het is een mooi hobbyproject. Ja. Kan je nagaan, kijk als dat zo precies luistert. Ja. Wat voor de techniek ze vroeger hadden. Ja, het is mooi dat je dat zegt. Ja. Want je gaat er nu al uit en dat is wel heel erg leuk. Ik lees niet zoveel krant, eigenlijk niet. Ik kijk niet zoveel televisie of nieuws, eigenlijk niet. Maar ik weet dat er een artikel bestaat, ik dacht uit de Telegraaf, waarbij men een hele theorie heeft bedacht hoe dus die stenen van 6000 kilo daar terecht zijn gekomen. Een van de zinsneden die erin stond, die vond ik wel heel erg leuk. Ze hebben de woestijn nat gemaakt. Waardoor het makkelijker zou zijn om die stenen van 6000 kilo over het zand te doen. En dan uiteindelijk op te stapelen. En dat is gewoon heel erg leuk. Dat als je iets gaat beredeneren vanuit de huidige dimensie. Ja. Terwijl een piramide mogelijkerwijs ontstaan is vanuit hogere dimensies. Hogere energievormen. Hè, dus voor de val van het hele energieveld. Is dat je iets gaat beredeneren van iets wat uit een hele andere dimensielaag ontstaan is. Ik ben van mening dat het puur uit energie ontstaan is. Alles is zo nauw samengesteld, ja, alles klopt zo exact. Ja. Dat is onmogelijk om dat op die manier samen te stellen. Nou, met je gedachten kan je wel heel veel. Ja. Het is wel grappig ook, want ik heb wel een bepaalde idee wat ik dat ook denk gezien te hebben. Dat gewoon met levitatie gaat, dat ze zo kan kunnen verplaatsen. Maar dat is ook uit die gedachtekracht eigenlijk. En dat. De redenering van het zogenaamde terug-engineeren, dat gaat helemaal niet. Dus niet op die manier? Nee, precies, niet op die manier. Ik heb van de week een stukje documentaire gezien over de tempel in Jeruzalem, die gebouwd is. Daar zitten stenen onder, in het fundament. Die zijn iets van, die zijn gigantisch groot. Het is iets van, ik dacht dat het 240 ton per stuk wow. En dat de fundamenten vormt waarom die tempel niet verzakt. En dan zitten ze gelijk weer te bedenken hoe ze dat ding gemaakt hebben. Dan hebben ze zelfs ontdekt waar die stenen gemaakt zijn, via tunnels en wat dan ook allemaal. En dan zeggen ze dus van, die hebben ze op die en die manier daar naartoe gebracht. Je krijgt ze niet eens die tunnel uit. Hoe zou je dat willen doen? Nou, en dan komen we eigenlijk aan het begin van het gesprek. Is dat als jij dus constant beredeneert vanuit die kant. Ja. En we zetten dat op papier. Dan gaat ons bewustzijn niet verder dan deze beredenatie. Nee. Dus het is ook een soort manipulatie van de gedachten die op dat moment zijn ontstaan. Als je dat gaat benaderen en beredeneren vanuit een andere energieveld. En je gaat dat schrijven. Krijgen de mensen een andere gedachte. En dan ga je. Maar hou het lekker op simpel, hè, dus op houtje touwtje niveau, Jip Janneke taal. Dan blijven mensen in deze bewustzijnslaag zitten. En dan hoef je hier niet over te praten. Nee. Dat is heel makkelijk. Inderdaad, ik weet niet of jij nog iets wilt kwijt wil. Wat dat wel, maar dat past niet meer. Waarschijnlijk wel. Tijd is om. Je bent nog een keer welkom. Als je dat ooit nog een keer leuk vindt. Ja, zeker. Absoluut. En ik weet niet of er onder de luisteraars nog vragen zijn. En vooral kijkers. Nee, de chat. Daar verandert niks. Dus ik heb er af en toe gekeken, maar er staat niks in de hoofdletters. En er staan nog steeds dezelfde laatste drie regels. Dus ik heb wel wat opmerkingen gezien dat het interessant is. Dus dat is in ieder geval. Gelukkig. Een piramide. Nee, het is geen piramide. Maar het is wel heel toepasselijk. Dus dit is nog even iets voor jou. Bedankt voor de uitnodiging van, Ik vond het heel, van dingen. En bedankt voor de luisteraars. Publiek ook weer heel erg bedankt. En de luisteraars natuurlijk ook. Dankjewel. En
Dit was het dan.